The Hague Grove wordt mede mogelijk gemaakt door Script to Screen Films. We take ideas from scratch to your screen. Yes, daar komen de mannen van The Hague Royals, die worden voorgesteld. Yes, daar komen ze dan. En nummer 33, Hassan Bali. Wordt Nederland gemaakt door BB Helsing. Vooral oppassen. Maar ja, dat te combineren met hoe blijf je fit is heel moeilijk. Ja, klopt ook helemaal. Want ja, daar weet je ook heel veel over te spreken als echte sportsman. Ja, tuurlijk. Maar wat wil je me testen met hoe fit ik ben? Push challenge doe ik wel hoor. Ja, is goed man. Maar als je het niet erg vindt, doe het de push wel met een paar kratten bier. Ja, echt, nou, je hoort dat de lol zit er nog steeds in. En daar zitten wij natuurlijk ook voor. We zitten hier om jullie vooral te begeleiden in deze mooie wedstrijd. De eerste wedstrijd, hè, meen ik, naar de corona-stop. Ja, dat was een oefenwedstrijd wel, maar dit is echt de eerste wedstrijd. En ik ben ook bij de trainingen geweest, die jongens deden het hartstikke goed hoor. We wachten even af, nog iets meer dan een minuut te gaan en dan gaan we over naar de wedstrijd. Alle technische vakkundige mensen naast ons die zijn heel druk bezig om de streaming zo goed mogelijk en zo wel mogelijk te maken. Maar vergeet niet dat de Hague Royals natuurlijk ook ontstaan is door vele sponsoren. Je ziet ze waarschijnlijk ook voorbij komen
aan onze mooie ledwand die we hebben. We hebben een sponsor, dat is onder andere CSU. Ja, ja, er zijn een x-aantal sponsoren die natuurlijk dingen verzorgen. Hè. Niet alleen de health en fitness van de spelers, maar ook gewoon de gear. Dus Burn Sports is daar een grote van. Den Haag Topsport, om Den Haag ook echt een beetje met alle kracht van dien de sport van de grond te krijgen. Ja, klopt, ja. En daarnaast is er ook sprake van van Trevi en van Heugden Tours natuurlijk ook. En daarnaast hebben we B&B. En, Food ja, dus Concepts. Ja, klopt, ja. We hebben ook, weet je, wat ook belangrijk is, de sneltest voor de corona. En dat wordt gedaan door XL Sneltest. Alrighty, kick-off. Daar gaan we. Jump ball. Het zou een mooie morale... Hey, en wat wil ik zeggen? Een mooie victory zijn als we de eerste jump ball hebben. Alright. Tim Trussel staat aan de kop van de drie. Kan hem ook vanaf daar erin gooien, hoor. Het drijft. En dan gaan we dat schot zien van hem. Kijk eens, super wet. Tim Trussel komt net terug uit Parijs. Zijn kindje is geboren. Hey, congrats. Ja, echt super, super, super schattig. Hey, maar wel fijn om te zien dat we nu al in ieder geval voorstaan met één score. Ja. Score van 2. Ja, mooie swingpass. Gaat hem drijven, maar... Oeh! Yeah, that's what we call a D, man. Maar dat vind ik wel ballen, want Casey Loops is misschien niet de allerlangste, but he got hops. Het is wel fijn om die mannen zo weer te zien spelen in de groen-gele kleuren van Den Haag. En, maar Aris die heeft, krijgt een vrij schot. Toch een foutje gemaakt, maar dat hoort bij de defense. Maar ik hou er wel van, want je moet wel een statement maken, weet je. Je moet niet alles toe gaan laten, want dan krijgen ze vrije scores en dan worden ze ook smooth, weet je wel. Hé, maar dit is het juiste van een defense, want hij heeft niet gescoord. Zo, mijn haart is ook vers hoor, trouwens, Loops. My gosh, is de kapper net geweest of zo? Dude, je let echt op alles na van ons. Ik ben scherp, jee, hoor, ik ben scherp. Vandaag. Ik zie de patta's van iedereen, ik zie de haren. Wist je dat Tim ook bijna iedereen knipt in het team? Oh, for real? Ja, Tim is ook kapper. Misschien moet ik maar dadelijk langs bij hem. Oké. Hoe zeg je dat? Vele... Hier, daar gaan we. Kijk eens even. Dat was mooi. Hé, maar het mag ook even gezegd worden. Er zijn wel spelers bijgekomen. Klopt. Bart Bijnstop staat ook nu in het veld. Die is een van die. Dat is nummer? Super word. Nummer 15 is dat. Nummer 15? Ja. Oké. En die staat op dit moment een beetje in de forward positie. Wat een mooie blok gelijk van Bart, zeg. Wauw. Hey, die mag het lang leven, man. That's a game. Ja, do not substitute, coach. Koemel is hier met de 3. Oh, that's right. Davy dat. Fire. Ja, die man heeft natuurlijk ook in het militaire team gezeten, hè. Niet alleen in militaire dienst. Nee, ook daarbij in het team, bro. He's a soldier. Kibi heeft daar de battle. Ja, die ga je niet winnen van Kibi. Power tegen power gaat Kibi van iedereen winnen, denk ik. De Hague Royals is dit jaar begonnen. Het sportjaar 2020-2021. Laten we ook heel eerlijk zijn dat ja, dit sportjaar niet het allermakkelijkste jaar is. Nee, klopt. Los van de corona, je bent een nieuwe club hier in Den Haag. In Den Haag speelt het basketbal wel, maar eigenlijk voor het eerst op dit niveau. Ja. Iets waar we denk ik ook heel erg trots op mogen zijn. Maar goed, met de corona, dat speelt gewoon niet mee. Nee. Maar je merkt gewoon dat de passie bij de spelers er vooral in zit. Ja. En ik denk dat dat wel het allerbelangrijkste is. Ja, zo'n mooie score trouwens van Craig. En die heeft een naam, jongen. Hey. Ik ga hem nog één keertje proberen. Ik weet niet of ik hem goed zei daarnet. Craig Oisaikuwamwan. Oké. Ik moet met hem praten dadelijk, man. Ja. Ik wil echt weten hoe deze naam gaat. Oh, damn. Oei. Casey neemt hem even mee naar school. Hij gaat je wat leren. Ik maak zelf altijd een grapje met hem. Zijn Nederlands is niet super goed. Hij komt natuurlijk van Sint Eustatius. Ik zeg altijd, je heet Loops, want je neemt een loopje met iedereen. En dan zegt hij, what you talking about, man? Ja, soms altijd antwoordt hij in het Nederlands, maar dat is niet zo leuk. In ieder geval, vrijworp. Dus ik wil even inkomen. Even die touches, hè. Daar gaat het om. Heel veel touches krijgen. Je ziet het eerste kwart, mensen zijn gespannen. Dadelijk tweede, derde kwart gaat het weer even wat losser worden en gaat het terugkomen.
All right. En Aris heeft weer een score gemaakt. We moeten weer even terug op scherp. Ja. Want ik zie dat de gasten full court spelen. Ja. Of full court press. Ja, het is natuurlijk om ze moed te maken. Hè. Ze hopen dat zij fitter zijn dan de Royals. Maar dat durf ik niet zo te zeggen hoor. Weet je, het is voor iedereen natuurlijk een gokje wagen. Wie heeft er meer getraind? Ja, het is echt heel slecht om te trainen nu. Ja, mooi schot. Goed geprobeerd. Als je zo open staat, moet je hem ook altijd erin proberen te knallen. Hè? Ja, weet je, maar ik niet, want ik ben geen schutter. dat lieg je. Nee. Dat is helemaal niet waar, want ik speel ook met je. Wat? je schiet wel nice. Dus je liegt nu zwaar. ja, oké. Weet je, maar dan moet ik ook echt een open veld hebben zonder spelers. Misschien niet zo wet als Tim Trussel, maar bro, jouw schot is nice, man. Ik ga niet liegen. Dankjewel, voor. dankjewel. Hey, check ons ook op onze website, hè, de Ake Royals. Onze website, daar gaan binnenkort nog wat veranderingen komen. Ik kan nog niet heel veel zeggen, maar hou het in de gaten. Want ik hoorde namelijk hier en daar in de wandelgangen dat je binnenkort iets kan bestellen. Ja, en okay. Hoe cool is het als ik bijvoorbeeld in een jersey loop van de Ake Royals? Ja. Ja, dat zou toch heel vet zijn? Ja, dat zou super vet zijn inderdaad. Hey, in ieder geval even dikke shout-out voor iedereen die nu aan het kijken is. Ik zie dat er nu 136 mensen live kijken. Oké, tof. Dus dat is hartstikke tof. Weet je, support the movement. Het is natuurlijk niet alleen voor Den Haag, maar ook voor de sport van basketbal. Ja, mooi, mooi zeg. Mooi geprobeerd. Huppatee. Tim Trussel die toch nog even die tip naar Casey Loops bracht. Ik hoop ook dat, dat het als een rebound telde. Ik hou van die stats, toch? Ja, kijk jij maar naar de cijfertjes. Kijk wel naar de game. Nee, oh, no joke. Weet je, het is gewoon fijn om te zien hoe die gasten nu aan het spelen zijn. Ja. Weet je, los van de corona, we hebben het ook de kerstdagen gehad. Nieuwjaar was ook niet wat men verwacht had. Helaas. Hey, ik moet wel zeggen, nu die nieuwe jongen erbij is, hè, die, als ik even terugkom, dat is Bart Beinsdorp. Nummer 15. Hij is wel een presence ook hoor, want er wordt toch heel anders verdedigd als hij in het veld staat. Je ziet dat die jongens toch wel moeite hebben met zijn size en zijn timing is toch wel nice ook, vind ik. Oké. Nou, dat is onder de indruk. Ik heb hem nog niet zien spelen ook. Nee, klopt. Hij komt van Loco volgens mij, hè? Van Locomotive. Als ik het goed heb wel. Ja. En het is een mooie aanvulling die nu hier op het team heerst. Want dan hebben ze, als ik het goed zeg, correct me if I'm wrong, dan kunnen ze voor allebei de clubs uitkomen. Loco zit niet in de eredivisie. Oh, loopt weer met die blok, zeg hé. Ik weet niet of dat een fout was, hoor. Ja, hij komt van de Locomotive en dat zit in Rijswijk. Die zit niet op dit niveau qua team. Dus als hij zowel voor de Ake Royals kan uitkomen en voor Loco, dan dat betekent dat hij gewoon relatief veel basketbaluren maakt. Ja. Dus dat is wel een onwijs groot voordeel. Hey, ik wil wel even weten... Loops. Ik ga hem dadelijk wel eventjes aanspreken hierop. Want waarom moet hij iedereen afslachten, man, in die 1-op-1? Ja, maar weet je, ik denk dat hij gewoon dadelijk wil laten zien dat hij daadwerkelijk fire heeft, weet je? Ja, he's on fire. En ik denk dat het een combinatie is van, check it out, ik studeer nu op de Haagse Hogeschool. Ik ga door de corona heen, maar die hitte die je op Sint-Eustatius hebt, die flavor, ja, weet je? Weet je dat die Heat is zijn favoriete team? Ja, yeah, for real? Ja, de Miami Heat. Groeide tijd op in Miami ook. Oké, tof. Ja, weer die full court. Onze soldier. David is ook wel een mooie leider, hè, als hij op het veld staat. Ik vind het een hele mooie combi als hij en Erik op het veld staan. Dat zijn wel twee jongens die echt het leiderschap nemen. Mooi geprobeerd van Barry Fuego, zoals ik hem graag noem. Iets te nonchalant met die layup van rechts. Daar werd hij beter verdedigd. Had hem beter op links misschien kunnen afmaken. Spelen lekker wijd. Goede swing erin nu. Van Aris. Ze geven hem geen ruimte. Shotclock is nu de druk geweest waardoor hij de layup miste. En ik wist dat. Kijk eens even. That's right. Mooi gespeeld. Heel simpel. Weet je, en soms moeten we ook gewoon niet te moeilijk doen. En gewoon die scores maken. Die punten maken. Want daar gaat het uiteindelijk om. Weet je aan wie Barry mij doet denken? Tell me. Aan James Harden. Ja? Ja. Je moet maar kijken, als die vooral met zijn layups, zijn release in zijn layups, maar ook die nonchalante hapstep, laat maar zeggen. Oeh. Oh, kijk eens even, gaan we weer, let maar op.
Oei. Net iets te smooth. Maar Harden, dat is de Harden, dat is toch die, die gast die Veer de Beardman. Ja, ja. Ja, toch? Dat ben ik ook. Ik heb ook een grote baard. Ja, weet je, ik ben niet mensen bang voor worden. Dus ik scheer dit mij altijd af. Dus. Nee, nee, hij is inderdaad Veer de Beard. Hij is naar de Nets, hè? Ja, dat heb ik ook gehoord. Nou ja. Super team wordt dat. Ja? Ja. Ja, Tim Trussell, super lange jongen die echt wel handles heeft. En een mooi schot. Dat is wel een gevaar natuurlijk op het spel, hè? Oeh, mooi gedaan. Die bounce van die bal, die ging zo lekker toch nog richting de Royals. Kijk eens even, heel sterk. Mm. Tsunami, Tim. De stand staat nu op 10-11. Ja. Ja, het is een tight game. Weet je, de spanning zit erin. En dat ziet er in ieder geval heel goed uit. Ja. Maar we moeten ons ook niet te moe maken. Laten we ons niet blesseren. Want we hebben, als ik me niet vergis, aankomende donderdag ook nog een game. Ja. Ja, we gaan nu een rap tempo spelen om natuurlijk dit verloren tijd eigenlijk in te halen. Ja, klopt. Er was heel wat te discussiëren over, gaan we nog het seizoen doorstarten? Hoe gaan we dat doen? Dat is natuurlijk heel moeilijk allemaal geweest. En ze hebben op een heel mooi plan uitgekomen. Ze zijn op een heel mooi plan uitgekomen om het dan in tijd een beetje in te halen. Hè? Meer wedstrijden te spelen in een kortere tijd. Ja, klopt. Ja. Dus dat is alleen maar een... ja, dat ziet in ieder geval heel goed uit. Maar het wordt wel heel spannend zo. En het gaat ook, ja, laten we ook eerlijk zijn, het kost ook heel veel tijd en energie. En dat laatste vooral is wel van groot belang. Ja. Om het nog even te benadrukken, want we leven immers in een coronasituatie. Even shout-out naar Angie Visuals, man. Shout-out naar Angie, man. Ik zie daar een fotograaf rondlopen. Je maakt iedereen wel blij zo, hè? Ik maak iedereen blij. Jeetje, Mina. Ik moet meer net als jij zijn. Gewoon lekker veel kletsen met iedereen. En gewoon... Kijk, hij is nu weer aan het kletsen. Kom on, Luc, ik heb je nodig. Ik kletsen, man. Bro. Ja, jeetje, man. Je moet me even voorstellen aan iedereen, want doe even een rondje binnenkort. Ja, we doen een rondje. Ja? Shout-out ook naar Louis J, die staat aan de kant mooie videobeelden te maken. Oh ja, nou, zijn shots zijn ook heel dope, heel dope. Ja, en dan zie ik altijd wel ook de passie terugkomen van die niche-sport, hè? Nou, wat ook nog even gezegd mag worden, is dat we nu natuurlijk de livestream doen hier op, zowel op de Facebook als op de YouTube-account van The Hague Royals. Dat wordt door ons gehost. Luc naast me en ik ben Wix Art. Boom Down natuurlijk aan mijn zijde. Maar het wordt ook geregeld door Steven, die hier met alle camera's staat en twee laptops, om ervoor te zorgen dat de stream ook goed eruit komt te zien. Ja, shout-out naar Script to Screen. Dat is Steven's bedrijf. En ook een basketballer. Ik heb met hem gebasketbald, wist je dat? Ja? Ja. Nee, wist ik niet, man. We zaten in een team samen. Ja? Is dat een beetje goed gegaan tussen jullie? Zeker, zeker. Of waren jullie elkaar... Nee, ik speelde juist goed met hem. Ken je dat als je soms gewoon één iemand hebt waar jij goed mee speelt? Ja. Gewoon die synergy is er, jullie snappen elkaar, dat moet je aanvoelen. Ja, maar dat is ook belangrijk, hè? Dat is heel belangrijk. Nou, score is inmiddels 12 tegen 13. En ze blijven ervoor om veel druk op Comelis te zetten. Maar ik denk juist, van alle spelers is hij de speler waar je het niet bij moet doen. Hij kan echt goed met die druk omgaan. Nou, de Supergiant nu ook in het veld, Vincent Alkema. De langste speler van de DBL. Ja, we noemden hem vorige keer ook de Royal Giant, hè? De Royal Giant. Ja, daar kwam jij op. Ja, het is wel lastig dat wij natuurlijk ook weer na zo'n lange tijd weer kunnen hosten. We hebben iedereen eigenlijk... mooie blok van Barry, zeg. We hebben iedereen mooie bijnamen mogen geven. En we moeten er ook zelf een beetje inkomen. Maar volgens mij gaat het zeker de goede kant op. Ja, Piotr Pandura staat er nu ook in. Die is degene die net het schot miste. The Polish Demolition. Oh, dat klinkt ook wel heel dope. Die ga ik ook even onthouden, man. Zie je, daar gaat hij. Mooie board. En dan gaan we weer. Davidas. Zoals ik al aangaf, weet je. Davidas is niet iemand op wie je die gekke druk wil zetten. Die komt wel vrij. En dat wordt dan altijd gevaarlijk, want dan creëer je weer kansen. Kijk eens, lekker idee. Mooi outlet. Kijk, Tim Trussell zelfs aan hoor, jongens. Tsunami Tim, daarom noem ik hem zo. Hij is altijd super wet.
En je zal misschien wel hier en daar wat geklap horen, maar dat zijn eigenlijk alle vrijwilligers die hier zijn. De crew natuurlijk, de bankspelers. De spelers, ja, ik wou net zeggen. Weet je, dus we zitten hier zonder publiek, dus daar gaan we jullie ook vermaken. Oh, oh, wat een pas, zeg. Godzijdank. Een Barry met de trash talk daarna gelijk, I like it. Nee, man, maar nee, Gruyles, so what you doing here? Oh, wat een paas, zeg. Davidas Koumelis. Met militaire precisie, wat een sniper. Damn. Ja, dit is wel een beetje hoe het gaat hier zo, hè. Dus dat is het mooie ervan. Dat was wel echt een LeBron-esque paas, hoor. Vond je niet? Ja, zeker, zeker, zeker. Ik zat laatst ook naar wat wedstrijden te kijken op de ESPN. Ja. Dus dan, en dan kom je hier zo, weet je, dan is die vibe gewoon helemaal dope. Ja, je zegt het nu ook, hè, maar dat was ook daarnet wat je bespreekbaar maakte, is dat je mensen hoort hier. En ondanks er dan geen publiek is, wat hartstikke moeilijk is, de Royals vibe is er wel. Ja, en weet je, we zijn natuurlijk lekker. We zijn natuurlijk net nog geen jaar begonnen. Ja. We staan nu, we proberen door de coronasituatie er doorheen te komen. Ja, bij ons heb je misschien geen dikke lichtshow of nu een DJ, alhoewel ik wel de DJ ben. Jij bent een DJ. Ja, yeah, true. Maar weet je, wat doen we? En ik geef licht, dus. Oh man, you shine the light. Nee, weet je, we komen met minder toeters en bellen. Ja. Maar trust me man, volgend jaar geen corona of we kunnen weer uitpakken. It's gonna be a party, y'all. Ja, zeker weten. Pascal Burja, onze Haagse speler, zit er ook in. En die gaat nu die D oppakken. Mooie pressure. Kijk. En geen tip-in voor Aris, helaas. Rick gelijk met de rebound. We zien Rick nu in actie. Oh, mooie paas, zeg, naar Tim. Ja, ik heb Rick zien trainen en hij is wel lekker, hoor. Maar hij is toch een van de jongste, hij is de jongste speler, toch? Ja, ja, ja. Ik meen dat hij is 16, 17, zoiets. Oh, dat durf ik je niet na te geven. Maar hij komt van Leiden. Ja, klopt. Dus, weet je, en als je hem dus dit nu al laat doen, op dit niveau... Damn, man. We're doing good. Ja. Ja, hij maakt gelijk een mooie, sterke indruk. Goed in die aanwezig, maar vooral ook het zien, hè, in het spel. Ja. Zeer zeker. En dan heb je het weer over die synergy waar we het net over hadden. Weet je, soms wil je gewoon graag met één persoon spelen. Zet je die pionnen in, dan wordt het spel heel anders. En dat is natuurlijk een interessante keuze waar Bert... onze coach mee te maken krijgt. Hoe speel je je spel? Met wie ga je spelen? Welke combinaties maak je? Ja, mooie druk. De bal is aan onze zijde weer. Het staat er 18-13. 1 minuut 20 op de klok. Nou, Rick, die nu de rol van Davidas even opneemt als point guard, het spel op te brengen. Je ziet dat ze echt willen snijden naar binnen. Oh damn, kijk hem naar binnen gaan. Oei, ja, oei, mooi. Oei. Heel mooi. En er waren twee openingen, hè. Het was niet alleen Rick, hij kon hem ook makkelijk afgeven. Maar hij, weet je, ik zeg heel eerlijk, hij wil echt wat laten zien. Ja, maar hij heeft ook wat te bewijzen. Hij heeft zijn plekje te veroveren. Ja. En dat voelt hij denk ik ook wel. Ja, maar weet je, los daarvan, hij denkt... Ik moet ook one of the guys zijn. Zeker, weet je, hij kijk eens even. Hij is de jongste. Hij heeft overzicht. Hij is niet de langste. Nee. Maar als ik hem nu al zo zie spelen... Nou, dat wordt wat volgend jaar of volgend seizoen. Ja, Napoleon. Dat kleine mannen moeten overcompenseren. Hey. Nou, de sfeer zit er goed in. Aris probeert hun team ook even goed op te peppen. Want ze staan nu dik achter. Het is 20 tegen 13 op dit moment. Ja, is een beetje pijnlijk. Ja, ze hebben het wel eventjes weggegeven zo. Nou ja, weet je, daar bedoel ik meer mee. Leeuwarden, Den Haag is toch wel al gauw 2,5 uur rijden. Je zit in de bus staat verkeerd geparkeerd. Je moet aan de andere ingang zijn van het sportpark in Den Haag. Weet je, het zijn allemaal dingen. Hey. En dan sta je achter, helaas. Ja. Kijk eens even, Barry is boos, dames en heren. Als hij net even kan doseren... Met hoe hij naar binnen drijft en hoe hij hem loslaat. Nou, die telde nog net. Dat was mooi. 20 tegen 15. De eerste kwart is voorbij. Hoe vond je het zo ver gaan? Ik kan zeggen dat ik kijk naar een mooie, tevreden eerste kwart.
Ik zie guys spelen die lang niet gespeeld hebben. Ja. Ik denk wel degelijk dat ze met elkaar goed gecommuniceerd hebben de afgelopen periode. Lange, zware periode. Ja. Ze hebben natuurlijk vrij veel thuis gezeten. Maar als je de heren ook ziet op hun socials, Instagram, Facebook, hoe actief ze zijn. Ja. Dat betekent dat ze wel leven voor de game. Ja. En met deze, hoe zeg je dat? Voorkennis die ik dan heb en nu deze game zie. Ja, en ik kijk naar de stand 2015, dat belooft nog wat. Ja, zeker. Ja, ik vind het ook een mooi gezicht om nu de synergy in het team te zien. Het vloeit wat lekkerder. Ik weet niet of je ook de oefenwedstrijd hebt gezien toevallig. Dat was anderhalf week geleden tegen Almere. Ja, was nog net aan het laatste moment weggegeven. Maar er waren mooie momenten in, maar dat moest even om die scrimmages weer terug te krijgen. In de training zijn ze altijd nog uit elkaar. Dus dit was de eerste keer dat ze weer echt in een soort van teamsetting speelden. Klopt, ja. Want als je dan naar de training gaat, ze zijn verdeeld over de baskets, met z'n tweeën per basket. Het is natuurlijk best wel moeilijk. Dus even kijken, wie mogen er beginnen, Luc? Ja, je ziet Pascal Burgia, Rick van der Zalm, Davidas Koumelis, Tim Trussel en dan Piotr Pandura staan nu op het veld. Wat ik ook heel interessant vind is, de Royals staan er al. Er was weinig te bespreken. Daar hou ik wel van. Ik denk dat er iets werd gezegd van, oké guys, keep on going. Ja, maar dat is goed toch? Ja. Ja, en dat is een beetje ook een, het geeft vertrouwen, hè? Ja. Kijk, ze staan er gewoon echt vol bravoure van, ja, kom erop. En dat vind ik mooi om te zien, want Aris die speelt het nu echt tot de laatste seconde uit. Geen probleem verder, misschien heb je veel te bespreken. Dat kan. Klopt. Ik zie de lachende gezichten. Ja, dit is al een overwinning op zich hoor. Dat vind ik al mooi. Kijken of we het vast kunnen houden voor het tweede kwart. Here we go. Oké. Aris krijgt de bal. Ja, mooi gepaast. Niks aan de hand. Van Reiner Brandsma kon dat zo afmaken. Oeh. Okay, de play wordt geroepen. Blijf ons voor de post. En het is een score. Ja, dus check ook even onze socials. De Hague Royals, zoek ons op. Het is allemaal niet zo moeilijk. Je hoeft niet gelijk een directe knop erop te hebben. Je gaat ons vinden. We zijn overal op het web. YouTube, Facebook, LinkedIn, Twitter. En dan heb je natuurlijk ook DJ Wixart. En naast mij natuurlijk Boom Down. Check zijn Instagram, down, Facebook. En als je niet weet wat Boom Down is, deze man die maakt muziek. En ik heb het niet over klassiek. Ik heb het echt over de cultuur, de hip-hop cultuur. Ik heb het over de basketbalcultuur. Een stukje street mentality. En that's the way we do it! Oeh, mooie paas zeg weer. Oeh, tsunami Tim, Davidas. Als mijn kinderen hier nu zouden zijn, ze zouden zeggen, papa, ik krijg chicken skin. Ah, ja man. Ja, nou, ik weet niet of ik je kind ben bro, maar ik heb wel de chicken skin. Oh, Pascal de Birdman. Number 26. Hij krijgt nog net het foutje mee. Ze zijn wel streng een beetje op die contactfouten daar bij de basket. Ja, maar weet je, blijkbaar neemt de refs ook de coronamaatregelen met zich mee. Ja, anderhalve meter. Ja, ja, ja. Hey, ik zie onze shooter zie ik daar inkomen. Jens de Velde, die is vandaag voor het eerst. En als je denkt dat Tsunami Tim wet is, en met wet, als je de slang niet snapt, wet is dat je altijd lekker raakt. Jens de Velde, die is pas wet. Die zei, holy moly. Ik ben natuurlijk wel heel erg nieuwsgierig. Je moet pause zeggen als je zo'n compliment geeft. Oké, 24 ja. Tegen 20. Het is mooi dat we die lead gewoon even houden de hele tijd. En die andere guy met wie ik echt nu een tof gevoel heb. Bart Beinsdorp, onze nieuwe center. Yeah. Die zit er ook weer in. I'm happy to see him. Ik wil echt wel meer van hem zien.
Hey, kijk even naar de stream op YouTube. En op dit moment hebben wij, eens even kijken. Oh, ik had het net al staan. 324 mensen die aan het meekijken zijn. Hey, shout out naar jullie, man. Ja, man. En laat een comment achter. Wat vind je van de game? Wat je tot nu toe ziet? En je mag ook zeggen wat je van ons vindt. Mooie foutcall trouwens van de ref. Dat was scherp. Dus laat een comment achter. Laat ook vooral weten wat je zelf aan het doen bent. Maak een foto van jezelf. Ja, en laat zien hoe de screen. Misschien ben je bezig met weet ik veel, een lekkere popcorn of zo. Weet tag je? Ons. Laat zien dat je naar ons aan het kijken bent. Ik wil misschien wel gewoon een challenge naar je uitdelen. Laat ons zien hoe je kijkt. Tag ons. Mag mij. Mag DJ Wixert. Mag de Royals zijn. En wie weet doe ik wel een giveaway, man. Als ik genoeg dingen zie. Hey, check dan. Ik check op de livestream. Hè. Dus we hebben dus 324 mensen die aan het meekijken zijn. En dan zijn er wat duimpjes omhoog. Hey. En dan gaat er één duimpje omlaag. En ik denk dat het ene duimpje omlaag is, dat is waarschijnlijk van de coach van Leeuwarden. Ja, hè? no offense, it's all good. Ja, of die enige persoon die van Leeuwarden hier naartoe is verhuisd. Oh ja. Ja, ze zijn streng. Ze zijn streng. Nee, weet je wat het is? Die ene persoon die een duimpje naar beneden heeft gedaan, die denkt van het sneeuwt buiten. Dus het is tijd voor de Elfstedentocht. Ja, echt, ja. Nou, Kibi is er ook weer in. Nummer 32. Helaas kon hij niet meedoen voor Congo. Want daar is hij ook captain van. Maar met de nieuwe maatregelen van het corona gebeuren kon hij dus niet reizen om naar Congo te gaan. Dat was wel jammer. Ja. Ik weet dat ik dat ook wel heel jammer vond. Miste zijn teammates ook heel erg. Ja, ik zag ook zoiets staan op zijn social. Dus hij leeft ook vooral erg mee. Ja, zeker. Dus weet je, dat is ook echt heel goed om te zien wat voor type persoon het is. Ja, tuurlijk. Nee, het is echt een leader at heart, weet je wel. Hij is er voor de jongens. Maar ook nog belangrijker, ook gewoon voor de cultuur van Den Haag. We blijven het zeggen, de cultuur moet groeien. Iedereen die nu meekijkt, is part of the culture. Jullie zijn allemaal part of the movement. Klopt helemaal, man. En we zijn nu in halfwege tweede kwart. 7,5 minuut, 24-21 staan wij voor. En we hebben de bal. Onze soldier, Kibi. Ja, hij heeft nog weinig touches gehad, Kibi. Dus hij zal even zijn schot moeten vinden. Mooie paas trouwens, wel van Leeuwarden. Ik weet dat mijn homie DJ Wixert het soms wel eens moeilijk vindt als ik een compliment de andere kant op geef. Word je wel altijd echt pro Den Haag. Maar ik zit hier ook wel gewoon een lekkere wedstrijd te kijken. Hè? Ja, weet je, ik gun het. Ik gun hun ook wel de complimenten van jou. Ja, maar niet van jou. That's a screen. Ja, er wordt fysiek gespeeld. En dat deed Davidas nu heel slim. En daarom zei ik het al eerder. Je moet niet die druk op hem zetten. Ze probeerden het heel goed net bij Jens. En daar komt die Island Iverson weer naar binnen. Oeh. Als ik ga kijken naar onze topscorer op dit moment, is dat nummer 11, Mr. Trussell? Ja, Tim Trussell, 14 punten. Hij was on fire. Ja. Dus dat ziet er goed uit. Ja, soms moet je gewoon even de rol vinden. Hè. Dan heb je even 1-2 baskets nodig en dan heb je jezelf gevonden. Maar dan moet het team ook even op jou rekenen, want jij bent hot. Dat is jammer, hè? Dat gebeurt. Zie je. Nee, wat? Ik bedoel... Zo negatief over het andere team. Nee. Ze doen hun best. Ja, kijk, daar hou ik nou van, hè? Groen-geel. Ja. Zie je, de touches. Daar had ik het net over. Je ziet dat de touches nog een beetje ongemakkelijk voelen. Er was veel druk gezet vanuit Ares. En nogmaals, we zeiden het net ook, hè. Laat vooral zien wat je aan het doen bent. Ben je de game aan het checken? Maak een printscreen. Tag ons erbij. Laat ons weten wat je ervan vindt. Ja, dikke shout-out naar jullie. Iedereen die kijkt. En ik kijk natuurlijk stiekem gewoon mee, hè? En als je een vraag hebt, gooi gewoon een vraag naar onze Instagram. DJ Wixert, W-I-X-A-R-T of The Boom Down in het Engels. Oeh, mooie paas. Eens even checken wat we hier hebben staan. Ondertussen krijgen wij wat vloeistof. Ja, het is geen vodka, het is water. Het is gewoon water, ja. En dat hebben we natuurlijk wel nodig vanwege het vele kletsen. Thanks for the water, man. We appreciate it. Want ja, je krijgt gewoon eenmaal een droge keel van het vele praten. En we hebben 14 duimpjes omhoog, maar helaas 5 duimpjes naar beneden. Dat is oké. Ja, het is niet erg. Dat maar ze moeten wel begrijpen dat Boom Down ook Aris natuurlijk wel becomplimenteert. Misschien zijn die duimpjes naar beneden wel voor mij, dat is ook oké. Ja, of misschien wel voor mij.
Want weet je wat het is? Kijk je bijvoorbeeld wel eens de UFC? Ja. Er zijn natuurlijk ook heel veel vechters waarvan gasten dan zeggen, ik ga kijken, want de ene helft zegt, ik wil zien hoe die knockout gaat. En de andere helft zegt, ik wil zien hoe ze winnen. True. Maar het feit dat het je wat doet, dat is belangrijk. Ja, dus basketbal speelt mee. Ja, het feit dat je het tof vindt, dat je de tijd hebt genomen om te liken of te disliken, dat is oké. Maar dat betekent dus ook dat het feit dat dit speelt en we gaan naar 21 duimpjes omhoog en 9 naar beneden. ja, ik blijf het volgen, lieve mensen. Ik blijf het volgen met 328 live kijkers nu op de YouTube stream. Weet je, laten we even eerlijk zijn. Basketbal is aanwezig in Den Haag. Het is een mooie cultuur en samen met de Hague Royals gaat het nog mooier maken. En dan heb je het weer, hè? Wat ik net ook al zei. Ze staan weer op het veld. Ja, joh, hilarisch. En dan maar wachten, hè? Maar ze zijn wel redelijk teruggekomen, 24 tegen 23. Je ziet wel dat Ares echt zoekende is wie hun topscorer moet worden. Het is een beetje verdeeld. Wij hebben wel een stuk meer fouten. Het spelletje was goed fysiek geworden. Wij hebben er 4, zij hebben er maar 2. En de game gaat weer starten met 5 minuten 47 op de klok. Ja. Nummer 5 aan de bal, dus de dekker van Ares Leeuwarden. Ja, nummer 5, Cedric de Dekker inderdaad, is niet de dekker van de verdediging. Nee, hij heet zo. Die guy heet zo. Je bent hoe je heet, hè? En ze hebben een 3 punten gescoord. We staan nu helaas met de 2 punten achter, maar hallo. Blijf van onze soldier. Oh, wat een pass is dit. Oh. Ja, goede call. Ik denk dat Kibi het ook gewoon graag fysiek maakte om die fout mee te krijgen nu. True. Nummer 32. Ik mis iets bij hem. Bij Kibi? Ja. Wat langer haar. Nee. Hij heeft normaal altijd een sjaal, hoe noem het? Een hoofdband heeft hij. Ja, maar hij heeft zijn haren mooi ingevlochten. Dat mag iedereen zien dan. Oké. Nee, het is wel goed. Ik zag toevallig op zijn Instagram. Toen dacht ik, Shine, homie. Nee, maar soms kenmerkt het iemand, weet je. En ja. Dan, ja. Ja, de ninja band had hij, hè? Ja, klopt. Kijk, daar gaat loopster, hoor. Ik vind het heftig om te zien hoe de guard voor alle rebounds en blok springt. I like that. Dit is wel een beetje jammer. Hij pakt de fout mee. Misschien moeten we toch wat rustiger aan doen met de fouten die we maken. Ja. Het is een fysieke game. True. Maar we moeten ook weer gewoon lekker scherp blijven. En ja, we staan nu 2 puntjes achter trouwens. Ja. Mag ook wel gezegd worden. Normaal zou ik nu zeggen, go Royals, weet je wel, en iedereen aanmoedigen. Maar we moeten ook een beetje rustig aandoen, want als iedereen schreeuwt met of mondkapje, het mag gewoon, het moet geminimaliseerd zijn, laat ik het zo zeggen. Oké, dus Tim Trussel wacht weer aan de zijlijn. Gaat in voor de wissel. Voor Bart. Bart Bijnsdorp, nummer 15. Ja, Bart had een mooie start in het eerste kwart. Tweede kwart had hij een beetje moeite met inkomen. Nou, dus nu heb je wel een goed sterk team. Wat elkaar ook wat langer kent. Want er zitten natuurlijk een paar jongens bij die elkaar nog niet zo goed kennen. Dit is het team dat wel het langst al met elkaar speelt, denk ik. En de meeste minuten met elkaar heeft gemaakt. Ik merk wel dat ze heel veel spelen met bounce passes. Dat heb ik bij de vorige wedstrijden minder gezien. Klopt. Er zal waarschijnlijk een reden voor zijn, maar ik merk wel dat het game wat leuker maakt. Ja, jij ziet natuurlijk in de verdediging, moet je naar opties gaan zoeken. Hè? Ja, mooi gepikt. En dan gaan we met de drive van Kibi. Werd nu goed geblokt. Dit was wel een clean blok van Jean-Victor Mukama. Ja, maar dat komt waarschijnlijk omdat hij degene die de blok heeft gegeven, waarschijnlijk iets heeft schoongemaakt. Dat het daarom zo clean is. Ja. Noem je hem nou een schoonmaker? Nou, dat wil ik nou niet zeggen. Zie je, maakt zo'n gekke opmerking en de bal gaat gelijk uit. Dat is jouw energy, hè? Nou, waarschijnlijk heb ik ook heel veel positieve energy tegenover Ares. Weet je, wat bij hun natuurlijk anders uitpakt. Laten we even eerlijk zijn. Maar goed, we hebben de bal weer. Onze soldier, die heeft de bal. Ja, Tim Trussel dribbelt de bal op. Biedt natuurlijk heel veel vrijheid dan, hè, opeens naar de basket toe. Omdat zijn positie natuurlijk de center is. Of in ieder geval de power forward op zijn minst. Hij wisselt denk ik af veel met Bart. Barry Fuego. Ja. Soms helpt het bordje gewoon extra mee. Hè? Want soms wil je ook gewoon een extra bordje hebben. Off the glass, yeah, that's true.
We staan gelijk met 27-27, iets minder dan 4 minuten te gaan. We zijn nog steeds in de game. De Hague Royals tegen Aris Leeuwarden hier in Den Haag. Het sportpark in het Zuiderpark. Oeh. Het sportcampus in het Zuiderpark. Barry verloor een klein beetje contact daar. En hij gaat er niet in. Dat is toch dikke, dikke pech. Nummer 14, sorry. Ja. Davidas. Net te kort, maar kijk eens even. Oh, wow, dat was mooi. Positioneerde zichzelf net niet helemaal lekker onder de basket. Maar dat is wel weer Bart Beinsdorp die zichzelf laat zien. Loopt zit er altijd goed op, hè? Dat vind ik altijd mooi aan loopse verdediging. Ja, dat is wel echt een verdediger, hè? Ja. Ja, lopen. Mooie call. Hij verloor zijn pivotvoet. Het is nu al een tijdje staat het gelijk. Ja, dus dat zegt iets over de game en de level die we hebben. We spelen, we gaan goed gelijk op. Ja. We hebben aan het begin echt wel laten zien wie we zijn en waar we staan. Ja. En nu moeten we teruggaan naar dat moment. Ja, je ziet er wel veel rotation van de coach voorbij komen. Veel jongens die spelen. Veel jongens die minuten maken. Dus dat is denk ik wel moeilijk om hun ritme te vinden. En onze coach die gaat er, die neemt nu wel de mannen iets meer bij elkaar. Ik denk dat hij in ieder geval aangeeft dat jongens teruggaan, pak je energie. Hij doet er mooie bewegingen bij om de mensen, of anders de spelers, te motiveren, te inspireren. Hij wijst er een aantal aan. Ja, zit toch niet af te luisteren, hè? Nee. Ik denk dat hij wel een mic heeft dat nu bij mij binnenkomt. Ik ben ook mentality coaching, hè? Je hebt toch niet stiekem een mic daar neergelegd? Nee, maar weet je, het is goed om te zien dat een coach daarmee bezig is. Als het goed gaat, gaat het goed. Zeg maar niet te veel, ga zo door. Maar als hij ziet van, hé jongens, watch out. Dan pakt hij zo'n moment. Want ja, dan moet je iedereen natuurlijk weer erbij pakken. Ja. En terug op YouTube gezien, we hebben weer wat duimpjes omhoog. 17 naar beneden, maar met 31 duimpjes staan we weer lekker hoog. Ja, dat is positief. En het is ook natuurlijk moeilijk, hè, voor de kijkers thuis. We zijn nu zonder fans. Misschien zijn daar ook een aantal duimpjes van naar beneden. Hè? Van, ik wou dat ik erbij was. Dat kan het ook zijn. Ja. We zitten nu ook op 330 kijkers. Mensen, deel het met elkaar. Hè? Deel dat je deze stream aan het bekijken bent. De wedstrijd, de Hague Royals tegen Aris Leeuwarden. En Barry aan de bal. Mr. Trussell. Wat gaan we doen? Onze soldier. Ja, ze zoeken de drive naar de basket toe. En that's two. Dat is weer een foutje. Ja, je zag dat ze heel erg zoekende waren van, nou, wie gaat de drive dan nemen? Klopt. Bart stond één keertje in de weg voor Barry. Ik denk dat dat de originele play was. Kijk, ondertussen krijg ik wat tips en tricks wat we nog meer moeten zeggen. Oh, onder andere dat we dus misschien iets meer moeten zeggen wie de hoe er gespeeld wordt. Maar dat kan je natuurlijk met voetbal kan je dat heel makkelijk doen. Want iemand heeft vrij lang de bal. De pasen zijn ook wat langer. Maar basketbal is een snelle game. Ja, het is een vlug spelletje, maar ik kan me goed voorstellen dat als er nu mensen ook kijken die zeggen maar ja, dat wat gebeurt hier nou? Dit is dus een mooie, wauw, ja, mooie drijf. En hij raakte, helaas loopt een klein beetje. Oeh, dat heb ik niet gezien. Ja, maar hij gaat naar hem toe. Loops waardeert het wel, want er is gescoord. Ik denk dat als hij niet had gescoord, dan zou hij het niet waarderen. Ja. Maar het is all good, it's all for the game. En weet je, we staan weer voor, man. We staan weer lekker voor. Ja, maar even voor de kijkers thuis die het moeilijk vinden om het spel te volgen. Ik snap dat zeker. Het is natuurlijk een niche sport, basketbal in Nederland. Wat houdt het precies in? Je ziet dat het natuurlijk heel dynamisch is. Hè. Er wordt snel gescoord. Je zag net dan de steal. Hè. Bart Beinsdorp sprong ervoor. Dus hij ving de bal van de tegenpartij. Dan heb je gelijk een steal op je statistieken. En daarna scoorde hij 2 punten. Daarmee staan we nu ook voor, 29 tot 27. Correct, zeer zeker. En nogmaals, ja, vanwege de coronamaatregelen hebben we dus ook een lege tribune, helaas. De mensen die je wel ziet, dat is van de pers, van het management, media. Die hebben we natuurlijk allemaal nodig. En nogmaals, heel veel dank naar alle sponsoren die we hebben. Ja. En we gaan weer het veld in. 2,5 minuten gaan. Periode 2
we in Nederlandse termen mogen praten. En welke andere taal willen we spreken? Ik spreek alle talen, behalve butalen. Taki taki no, do you want taki no? Hij niet takjes eraan. Ik spreek alle talen, dat zei ik al. Hey, normaal zouden we nu eigenlijk uitschreeuwen defense, defense. En dat zou met een heel grote groep toeschouwers doen, maar helaas. De mensen die nu hoort schreeuwen en de defense zit er ook wel lekker in. Hoor je dit? Hoor je dit? Hoor je dit? Ik ben aan het klappen, bro. Snap je. Dus je ziet dat het gewoon leeft. Hier in de Hague Royals. Daar doen we het voor. Ja, dat is een mooie pressure. Dat vond ik tof om te zien. Zoals je ziet, achter Loops is Louis J, onze cameraman. Die in het veld staat. Dat is wel tof. Die maakt mooie snapshots. En naast hem staat Angie Visuals. En de stream wordt natuurlijk mede mogelijk gemaakt door... Script to Screen van Steven Manuel. Jullie host voor vandaag is naast mij Boomdown. En I go by the name of DJ Wixart, a.k.a. Funky Arnie. Ja, dus dat is het mediateam, hè? Zo mag je dat toch noemen, bro? Oeh, hij krijgt ook een duwtje in de rug. Hij ja, krijgt... Ik geef jullie die props, Aris. Dit was gewoon een mooie blok. De reden dat het hem lukt, is dat hij zijn haar omhoog gebonden heeft. En hij heeft een vervelende naam, want ik kan het dat niet uitdrukken. Dat is hem, die naam, bro. Ja, die naam. Ik zag hem net buiten lopen. Hij liep helemaal vooraan. De reden dat ik het ook zag, is dat die bus natuurlijk verkeerd stond. Ja, weet je. Als je dan zo'n chauffeur hebt. And we got a score, that's one. Bam. Ja, weet je. En ik hoorde de gasten een beetje mekkeren over dat de chauffeur het niet wist. En nou goed, weet je. Ik hoor dat. En was het een Haagse chauffeur? I don't know, man. Maar die vibe zit er goed in, man. It's no good. Ja, ik heb dat ooit eens een keer ook tegen een profatleet gezegd. Ja. Je hebt natuurlijk nooit een perfecte dag. Ja. En dat is altijd in topsport. Je veter zit niet goed. Je sok is verkeerd. Je hebt verkeerd geslapen. Je hebt niet goed gegeten. Je focus moet zo goed zijn come game day. Eens even kijken, 31-29, anderhalf minuut, minder dan anderhalf minuut, loopt aan de bal, Barry aan de bal, en nummer 15, onze nieuwe man, dat is Bijnsdorp. Ja, je ziet hem veel minuten maken, hè, vandaag, ja. Mooie swing zeg. Oeh, jammer dat Tim hem niet nam, ik had hem willen zien vanaf daar. En Barry probeerde voor de tip-in dunk te gaan, als die bal natuurlijk stuitert van de ring, en er is geen kans dat hij erin gaat, mag je hem erin dunken. En dat noemen wij dan een tip-in dunk. Dan krijg je en de rebound en de score. Oeh, ja, dat noemen ze aanvallende fout. Aanvallende fout. Vond ik ook een lelijke fout hoor. Dat was een elleboogje, kom op man. Ja. Dat had wel zeker wel een technische fout kunnen worden. Als het spel te fysiek wordt, dan gaat het ook uit de hand lopen. Maar ik denk ook wel dat hij iets heeft met American voetbal. Ik ben blij dat hij niet bij iemand anders heeft geprobeerd. Bijvoorbeeld iemand die er nu in komt. Oeh. Ik ben blij dat hij daar niet bij had geprobeerd. We gaan er niet te veel over zeggen, jongens. Maar deze nummer 32, Kibi, heeft heel veel passie en emotie. Ja. Ja, ja, ja. Ik denk dat hij letterlijk elke sport een ster in zou kunnen zijn. Ja, ook vanwege zijn werkethiek. Weet je dat hij ook gewoon kan beachvolleyballen? Ja? Kan voetballen. Oh, mooie paas weer. Davidas en Tim zijn lekker, zeg vandaag. Wie gaf die paas? Wie gaf die paas? Pause. Davidas Koumelis. Oeh. Oh ja, our soldier. Ja, het is wel een sniper met zijn passes vandaag, zeg. Hij heeft ook heel eventjes in de competitie van Litouwen gespeeld in de break van de lockdown. Oké. Wij noemen het dan even een break nu. Het was natuurlijk eigenlijk geen break. Oké, mooie score. Okay, mooie score. Okay. I see you, Chad Frazier. Oké. Het mag wel. Het mag mooie wel. Score. Dat komt, ik gun het hem wat vanwege zijn lengte. Ja, was smooth. Was smooth. Ja. Zie je dat ik ze nog wel een beetje becomplimenteer? Ja, maar wat ga je daarna zeggen? Nou, dat ik hoop dat hij niet scoort. Ja. Ja, ze kunnen nu door de fout. Hij heeft wel 2 punten gemaakt. Hij mag daardoor dus nog 1 vrije worp maken. Een bonus. En die gaat er natuurlijk niet in. Zie je? Ja, told you so, man. Shit happens. Oeh. Jammer. Net even verkeerd gepaast. Oké. Niks aan de hand. Het is wel een hele spannende wedstrijd. Ja, zeker. Dat wil ik wel zeggen. Nou, Aris mag dus weer uitnemen. En de defense zit er wel hard in, hoor, guys. Ja, dus Chad Frazier dribbelt hem op, loopt erop, krijgt nu de double of de switch in de verdediging, maar helaas zat te scoren.
Wow, Kibi is dat goed op weg met die. Hé, hey, dat was het dan. De eerste helft. Eerste helft. Wat vond je ervan, bro? We staan 1 puntje achter. We staan 1 puntje achter. Weet je, het is lastig. Want aan de andere kant zeg je, ja, het ging goed. We proberen de coronasituatie te overleven. We hebben lang stilgestaan. Ik vind het een mooie wedstrijd. Heel eerlijk, ik vind dat ze het heel goed doen. Zeker. Maar, weet je, bij mij gaat het nu wel om 1 ding. We moeten winnen, man. En dat is denk ik wel echt heel belangrijk. We moeten gaan winnen. Ja. Hey, nu we toch eventjes in die pauze zijn. Ik wil even een paar bedrijven noemen die dit allemaal mogelijk maken. En natuurlijk Trevi Advocaten. Jullie hebben het al eerder gehoord in de stream. Maar ook hoveniersbedrijf From The Source. Dat is van Patrick Bron. Ook een basketballer uit Den Haag. Cherubs Beveiliging. Van der Werf Services. IC Multimedia. Drost en Jute Notarissen. Interim Finance Consultancy. En dan hebben we nog Nijg van Koen de Vries. Administratiekantoor Aro. Hubbase. Trainiac. Intro. En het zijn een hoop sponsoren. Ik hoop dat ook alle sponsoren kijken om te zien wat ze natuurlijk hier hebben spelen vandaag. Klopt, natuurlijk niet helemaal niks. Het is jammer dat jullie er niet bij kunnen zijn. Maar dat is natuurlijk immers heel logisch. Ja. Maar ik hoop dat jullie allemaal online stream aan het checken zijn. Ondertussen hebben we dus de pauze. En we worden bekogeld. Nee, luister, ik snap het wel dat we dit krijgen. Want het is chocola. En dan krijg je ook veel meer passie bij het vertellen van je verhaal. Dat weet ik al gegarandeerd. En vooral bij deze. Het ziet er heel krachtig uit en hard uit. Maar als je er eenmaal een hap in neemt, dat is zo damn, zo lekker zacht. Weet je. Zo zacht. Eens even kijken. Ik krijg hier een berichtje. En dit is niet, niet onbelangrijk, want we zijn druk bezig met een eigen... Nee, ik zeg het verkeerd. Alle spelers moeten getest worden op corona. Ja. En dat is lastig. Waarom is dat lastig? Je moet het regelmatig testen. Ja. Dus dat betekent niet dat we kunnen wachten op een uitslag. Dus werken wij samen met B&B Healthcare. Dat is een, ja, moet ik echt wel specifiek benoemen. Want B&B Healthcare, zij zorgen namelijk dat wij regelmatig de spelers kunnen testen op corona. Ja. Dus dat is denk ik ook wel heel belangrijk. We zitten hier in het sportcampus in het Zuiderpark van Den Haag. Het sportcampus waar we dus eigenlijk alle wedstrijden spelen van de Hague Royals. Ja, dan heb ik nog een paar andere sponsoren. Klinkt natuurlijk niet zo lekker hè, als je het allemaal achter elkaar gooit. Maar er zijn zoveel mensen die het allemaal ondersteunen. De volgende zijn Van Hek en Lelyveld Finance en H&R. Dan hebben we Webinar Geek, Unive, Punt en Van de Weert, Belastingadviseurs, First Case, Zil en Zil, Wise Owl Group, Traindant en dan Van Heugde Tours, die heb je ook al in het begin van de stream gezegd, LOF Catering, Bakker en Luid, Fonto Plumo, Lauwman, Script de Screen, zoals natuurlijk de cameraman al hier gaande is. En dan heb je Johan de Wit Scholengroep, JM Smulders, Fueled, Holland Park Media, Student Hotel, CSU en MKH. Dat is een behoorlijke waslijst eigenlijk. Ja, dat zegt alleen maar hoe gepassioneerd mensen zijn voor het basketbal hier in Den Haag. Wil je natuurlijk zelf ook sponsor zijn? Wil je een bijdrage leveren? Stuur een gerust een mailtje toe of een berichtje via de socials van de Hague Royals. Ja, ik denk dat wij even een pauze gaan nemen. We hebben 10 minuutjes. Blijf lekker in de stream. Pak wat lekkers te eten, wat lekkers te drinken. Je mag ook wat lekkers langsbrengen. Leg het voor de deur van de sportcampus. Dan kom ik het ophalen. En dan kunnen we helaas geen box geven of zo. Nee, dat is wel jammer. Hè? Dus neem jij even een pauze. Ik neem ook even een hap van broodje. We zijn zo bij jullie terug over iets meer dan 10 minuten. Yes.
Alright, here we go. Ik zie dat de spelers al uit de dock-out zijn gekomen. Welkom terug als je er even uit bent gaan, want we hadden op zijn max, even kijken, op zijn top hadden we rond de 335 kijkers. En we zitten nu op 282, dus waarschijnlijk heb jij nog ook een pauze genomen. Misschien ben je even naar de hoeken gegaan om een zak chips te halen. Helaas, het is 8:55, dus de bier wordt niet meer verkocht. Het leuke ervan is, als ik kijk naar het aantal duimpjes. Ja man, 44 duimpjes omhoog, 20 naar beneden. Die 20 zijn waarschijnlijk allemaal vanuit Leeuwarden. It's all good. Maar kom vooral erbij. Ik zit nog steeds naast Luke, a.k.a. Boomdown. As I go by name of DJ Wixart, a.k.a. Funky Arnie. Ja, het is heel tof dat wij ook, niet alleen als mensen uit de entertainment, maar we hebben natuurlijk ook een warm hart voor basketbal. Ja, dat klopt zeer zeker. We hebben nog eigenlijk voor de corona nog kunnen spelen. Ja, nee, maar gewoon, ik vind het belangrijk dat in de community van basketbal ook uitgelegd wordt. Hè? De sport, de niche. Het is een Amerikaanse sport. Het is hartstikke populair hier. We hebben NBA-spelers van ons land ook gehad, weet je wel? Ja, true. Zelfs Haagse NBA-spelers. Bijvoorbeeld ja. Dan Gott Zürich. Shout-out naar Dan. Maar ook gewoon legends, pioniers in de sport. Smits. Jongens die hele andere wendingen innemen. Galdino Heijmen, een goede vriend van mij, die dan met die tricks helemaal gave dingen doet. Ja. Die nu ook een mooie bal heeft. Ja, de special balls, gekke dingen. Helemaal... Den Haag bloeit als je het hebt over entertainment, basketbal. Hoeveel grote Haagse artiesten hebben we wel niet? En dat zegt in ieder geval iets ook over de cultuur. Hè? Ik denk dat ook de hele basketbalwereld, de hiphopwereld, entertainment, maar ook de zakelijke wereld. Het is een cultuur die je elkaar kunnen vinden, vooral hier ook in Den Haag. En daar wil ik ook bij stilstaan. We hebben net heel wat sponsoren opgenoemd. En als je er ook één wilt zijn, check in ieder geval even de website thehakeroyals.nl. Ja. Wil je natuurlijk wat meer informatie hebben, je kan ze mailen op info@thehakeroyals.nl. En je mag ook gewoon een DM sturen of op Facebook op de chat, gewoon een vraag stellen. Soms helpt het gewoon als je even hardop denkt, dan kunnen wij, wie dan ook van onze club, kun je even in de juiste richting brengen. Klopt helemaal. Op Instagram en Facebook, Boomdown. En ik, DJ Wixart, a.k.a. Funky Arnie. We hebben nog 20 seconden te gaan. De Hake Royals tegen Aris Leeuwarden. Ja, kijken we of we gelijk weer goed in de game komen. Ik ben benieuwd met wie we gaan starten ook, man. Ja, spannend, hè? Ja, ik ben ook wel heel benieuwd. Weet je, we mogen er natuurlijk niet bij zijn, maar het is altijd wel leuk om stiekem te weten wat ze besproken hebben. Nog 5 seconden te gaan en vergeet niet, 21 januari zijn we weer live met de wedstrijd The Hake Royals tegen Den Helder Suns. En we gaan weer. Hey, maar nog een ander grappig feitje als je dan hebt over cultuur. Hè? Als ik dan naar de tatoeagecultuur kijk, volgens mij is Eric Kibbe dan wel echt de leider. That guy is inked. He's got a lot of ink. Ja, weet je, ik heb niet zo heel veel met tatoeages. Ik heb er zelf wel. Ik heb er 2. Op mijn borst en op mijn rechterschouder. Maar je hebt niks met tato's, zeg je. Ja, nou, je weet je. Ja, ik heb ze wel. Maar ik denk dat ik het ook daarbij hou, man. minimalistisch ben ik, hè. Okay. En ik wou matching tattoos halen. Ja, jij mag, ga je gang, kerel. Ga je gang. Nee, het moet met jou, bro. De Royals logo. Ja, de Rose logo. Ja, weet je, daar moeten we echt over nadenken. Want als ik klappen thuis krijg, dan komt het door jou, hè? Ja, hoor. Geef mij de schuld. Voor mij mag je met alles mij de schuld geven. Ik moet wel zeggen dat die nummer 2... Oh, wauw. Mooie dunk, zeg. Ik moet wel zeggen dat die nummer 2, dat is van Aris Fraser. Ja. Ja, dat die wel een interessante schoenen heeft, maar die heeft hij waarschijnlijk gecheckt bij Tim. Ja, hè? Ja, ja. Ja, Chad, you might be a biter, bro. Ja. Niet nadoen, bro. Ja, maar hij denkt waarschijnlijk ook dat hij dan ook meer punten kan maken. Oh, dat is lekker. Ja. Oei, we gaan even klappen. Dit was even, even klappen. Doe mee thuis, klap. Wie zei je? Amen. Klap in de livestream. Maar hij denkt dat hij ook kan dansen, hè, die nummer 2. Maar het won't work. Maar niet tegen Loops, sorry. Nee. En Loops kan letterlijk gruwelijk dansen. Ik heb deze man de salsa zien doen. Oh, Bart. Bart is on fuego. We got him, man. Ik bedoel... Bart staat in de fik, bro. Ja. Trash talking. Look at that. Trash talking. Heerlijk. Dat is een goeie. Hij heeft het over die schoenen. Hij hoorde me. Maar ik denk dat die nummer 2... Dat, ik ga diezelfde schoen nemen als Mr. Trussell. Dan haal ik ook veel punten. Ja. Technische fout. Kom nou. Geen fout? Oké. Okay. Ja, de trash talk die gaat nog wel nog steeds door daar.
Ik moet zeggen, ik vind het wel even jammer, Funky Arnie. Want dit was wel letterlijk een opzettelijke duw van nummer 2, Chad Fraser. Ik vond het wel onsportief, als ik het even zo mag zeggen. Ja, weet je... Dus ik denk dat ze er ook niet echt tegen kunnen. We spelen hier met internationale spelers. Laten we even heel eerlijk zijn. Een groot gedeelte van de spelers van de Hague Warriors komen uit het buitenland. Ja. En dat is voor hun misschien wel even wennen. Oeh, mooie paas naar binnen. Wauw. Oeh, was dat een... Kom op, man. Die was toch best wel heel, heel schoon. Kijk, de blok was er. Het is moeilijk te zien natuurlijk vanaf hier. Zal vast wel misschien na het schot contact zijn geweest. Maar volgens mij was de blok clean. Maar hey, wij zijn ook geen scheidsrechter. Nee, wij stonden ook niet aan die zijde. De dame in kwestie heeft het waarschijnlijk heel goed gezien. En ik weet nog wel, vroeger als ik wel eens scheidste en dan maakte hij een fout. Dat jij iets niet zag of zoiets. Oh man, dan krijgt het hele publiek tegen je. Ja. Ja, dat is geen score helaas. Hij zit er niet in. Dat gebeurt wel eens. Hè? Ook bij jou, nummer 6. Is het nummer 6? Ja. Koopmans. Valt weinig te kopen, waarschijnlijk. deze dan wel. Koopmans. Maar misschien wordt hij wel gesponsord door dat Bakkers. Koopmans, wat is dat? De cake maken? Misschien is het zijn bedrijf. Oeh, I got it all with you, man. Zit je op een miljoen? Basketbal voor de lol. Ja, mooie paas. Mooie goed swing, gezien. Helemaal naar loops daar. Kijk eens even. Geen fout. Oké. Okay. Rebound. Nou, jump ball. Ja. Tsunami Tim gooit hem even de andere kant op. Lay down, man. Lay down, back down. Ja, dat was Koopmans weer. Ja, maar waarom... Waarom krijgen wij de bal niet? Huh. Er komen nu wat vragen voor ons. En waarschijnlijk ook voor de kijkers. Want wat ik nu net zag was dat twee mensen voor één bal vochten. Ze allebei contact hadden met de bal alleen, niet met elkaar. En Tim die stond gewoon stil. Ja, hij draaide alleen met zijn pivotvoet en daardoor dus ook de bal meenam. Maar dat mag. Alleen die andere jongen hield de bal bij. Maar misschien zagen we iets niet goed. Dat was een aanvallende fout. We zijn nu wel het voordeel is in de war hier. Nee, maar het voordeel is van de wat ik check. Ik check met vertraging, dus ik kan een soort van de herhaling zien. Oh ja, dat is cool inderdaad. Dus het was een aanvallende fout. Ik snap niet dat ze dan... Dadelijk krijgen we ook boze DM's. Ja. We zeggen dit verkeerd, we zeggen dat verkeerd. Nou ja, weet je, laat vooral weten. We zitten nu op 232 kijkers met 47 likes omhoog. Ja. Met duimpjes omhoog. Ja, dikke shout-out voor iedereen die kijkt. Echt super dat jullie zoveel geven om de sport basketbal. Hè? Niet alleen de Royals, want er zullen ook kijkers van een andere stad zijn. Maar basketbal op zich. We moeten echt nog groeien. Loopt aan de bal. Hoop geïnvesteerd in niet alleen de Royals, maar ook de DBL, hè? De Dutch Basketball League. Klopt. Mooie paas zeg. Oeh, clean blok wel. Timed hem goed. Maar ik heb het gevoel dat Aris de spelers een beetje doorhebben. Nou, je moet het zo zien. Dit is een team dat weinig even heeft gewisseld. Dus zij zijn lekker in de flow. Ja. En ik denk dat wij nu weinig hebben gewisseld, maar misschien even een wissel nodig hadden. Je ziet ook nu Vincent Alkema staan. De AK, de Royal Giant. Want dat is ook natuurlijk een ding, hè. Dat soms moet je even wisselen om een andere feel te krijgen. Soms zit je er even uit. En we staan helaas achter met zo'n 9 punten. De time-out wordt erin gegooid. En ik ben heel benieuwd wat onze coach Bert gaat zeggen. Ja, en even heel kort, we zitten natuurlijk nog steeds in deze moeilijke tijd. Onze coronatesten die zijn door Jeroen Pronk van het bedrijf Corona XL. Mocht jij als kijker thuis ook nog dit nodig hebben, hè, voor je bedrijf, voor jou of je familie, check Corona XL online, want die verzorgt al onze coronatesten. Eens even kijken wat er allemaal om ons heen gebeurt. We zien de scheidsen, die checken het bord. We zijn natuurlijk heel druk bezig met de camera's van de livestream. En ondertussen zien we hoe de Grows met het team in overleg zijn, in beraad zijn over hoe ze nu de game gaan spelen. Ja, we lopen nu wel even een stukje achter, 37-49. Maar voor de kijkers thuis, in basketbal is natuurlijk niet zo'n achterstand. Hè. Er wordt constant gescoord. Je kan makkelijk een run van 20 punten achter elkaar pakken met een paar minuten.
Ja, de kunst is om gewoon veel te stelen. Want één normale score is 2 punten. En je kan natuurlijk ook een drietje ervan maken. Ja. Dus als we nu gaan kijken met een verschil van 12, dat zijn eigenlijk 4 drietjes. Ja. Dus veel stelen, goede defense erin zetten en ervoor zorgen dat we die punten gaan maken. Zo, go Royals. Nou, dus zo nu Piotr Pandura in het veld. Vincent Alkema op de centerpositie, Erik Kibi. En dan nog steeds Tim Trussel en Davidas Koumelis. Ze gaan weer voor de full court press, Aris. Dat is, ze willen ons moe maken, maar ook zichzelf. Dus, en we zitten nog steeds in de derde kwart. Ja, er staan nu veel mannen aan één kant. Het lijkt erop dat er een moeilijke play aan zit te komen. Want de mensen hebben natuurlijk in de trainingen allerlei plays ingestudeerd. Hè? Point guard roept het op. Jij weet precies hoe je moet lopen. Ja, want basketbal is niet zomaar een spel. Hè. Er zit een strategische gedachte achter. Je moet scenario's moet je kunnen nabootsen. Je moet weten wanneer wat geroepen wordt. Je moet weten hoe en waar je vrij moet kunnen staan. Dus het is niet een spelletje die je zomaar speelt. Er zit veel meer bij. En ja, keer je dat niet, verdiep je in het basketbal. Want het is echt heel interessant. Ja, nummer 2, Chad Fraser, heeft nu ook de fout. Ik vond hem daarnet ook heel fysiek. Dus die fout had al eerder mogen komen. Want dat is het ook, als je de fout krijgt, dan word je even weer op het matje geroepen. Hè. Let op, je bent nu fysiek geweest, dat mag niet. En anders blijft dat doorgaan. Kibi nu met de drive kan ook zo'n fout meekrijgen hoor. Dat bedoel ik dus. Hè. Dan blijft het spel heel fysiek. Mooi scoren. Sjoerd Koopmans. Stand is 37-52. Om ons heen wordt er met enthousiasme gekeken naar de wedstrijd. Ze geloven allemaal in de game van de Hague Royals. En dat gaat ook zeker goed komen. Er wordt een goede screen gezet door onze Royal Giant. Cummins, onze soldier, die gaat erin. Ja, ook weer lastig. Is toch fysiek contact. Maar ja, liep zichzelf wel vast in de verdediging. Dus je kan het van twee kanten bekijken. Nou, mooie redding. Ga, jongens. Tim Trussel swingt hem gelijk door naar Kibi. En Kibi gaat nu all the way. Krijgt geen fout mee. Was dat geen fout? Ik ga zo kijken in de herhaling. Ja, je hoort ons als commentaar hoor je steeds zeggen, was dat geen fout? Was dat geen fout? Dat is natuurlijk ook soms moeilijk om te kijken. Maar wij zitten ook op afstand, hè, lieve mensen. En wel meer dan 1,5 meter. En als ik kijk in de herhaling, zie ik wel dat de lange knaap van Aris, en dat is nummer, waar staat hij nou? Nummer 13. Ja, ja, die stond, ja, die ging wel met zijn handje zwaaien, ja, waardoor Kibi toch uit balans raakte. Ja. Maar goed, er wordt niet voor gefloten. Maar ja, we hebben hier ook niet zoals we dat in het voetbal kennen, de VAR. Nee, inderdaad. Helaas. Nou, Aris neemt de bal uit. En er wordt goed doorgepaast. Craig, die nu is nu. Ik merk dat de Hague Royals toch even moet gaan kijken naar de schutters die ze hebben bij Aris. Want dan moet gewoon volop meer gaan verdedigen. Ja, het is een center die gewoon een goede 3 heeft. En dat zou je niet zeggen natuurlijk van zo'n lange man. Dat hebben wij ook aan onze kant. Hè. Tim Trussel maakt ook een mooi schot hier en daar. Piotr Pandura. Ook helaas niet gelukt. Ja. En als je het mij dan vraagt, waar ik dan naartoe zou gaan is, blijf drijven. He, als het schot niet werkt, ga dan voor de layups. Neem de fouten mee, kan je fouten scoren, of sorry, je punten scoren bij de fouten. Ik ben een beetje om me heen aan het kijken. Behalve naar de wedstrijd kijk je natuurlijk ook wat er om je heen gebeurt. En bij de scoren merk je gewoon dat er heel veel speelt bij op de bank. Mooie. Daar is een score. Ja, Rick van der Sam met een mooi punt. We moeten terug de defense in, jongens. Ja. De bal ging uit via de scheids, maar is daardoor binnengebleven. Dat is interessant. Iemand gaat daar breakdansen. Maar dat betekent dat je ook gewoon door mag spelen. Ja. Dat is anders dan met het voetbal. Hè, voor de vele voetballers onder ons. Maar ja, mooi doorgeswingd naar Barry Fuego. Ah. Die normaal wel hot is hoor, vanaf daar. Maar hij is net binnengekomen, dus hij moet weer eventjes zijn draai vinden. Ik probeer de mensen even mee te nemen in, stel dat je hier zou zitten, wat er om je heen gebeurt. Ja. De mensen van de Hague Royals, die
ja, zijn eigenlijk met kromme tenen, met gestrekte benen aan het kijken naar de wedstrijd met heel veel passie. Ja. Ik merkte ook toen er de score niet erin ging bij ons, dat iemand ging slaan met zijn handdoek op de grond. Dat gebeurde op de bank. Hè. Een beetje een uiting van pech. Aan Arie's kant, ja, er worden nu wat high fives gegeven. Natuurlijk, ik snap het ook wel, want jullie doen het enigszins niet verkeerd op dit moment. En zij mogen nu ook wat vrije schoten maken. Dit is een beetje wat er nu speelt. Het is leeg, helaas, dankzij de corona. Dankzij de corona, zo bedoel ik het zeker niet. Maar we moeten het er maar mee doen. Helaas. Ja, Tim Trussel wou die tip rebound geven. Hij kon de bal niet pakken. Hij wou de bal wegslaan. Sloeg daardoor de jongen per ongeluk in zijn gezicht. Ja, maar misschien verdient die gast het ook. Ja, het is geen boksen, hè? Boksketbal. Nee, snap ik ook wel. Maar goed, we hebben de bal op een vreemde manier. Ik heb als jeugd getraind voor basketbal. En toen zei ik van, je moet die jongen niet aanraken in zijn gezicht. Maar geef wel je hand. Hè? Talk to the hand, man. Want ja, als je niet kan zien, kan je ook niet spelen. Ja, volgens mij, als ik me niet vergis, bro, heb ik nog wel eens tegen jou gespeeld. Ja, toen wij jong waren. In scholentoernooien, maar ook op straat. Ja. Maar heb ik dus ook, vanuit mijn school, was jij de coach. Speelde ik tegen jouw team. Ja, is dat zo? Oh ja, jij speelde toen tegen Zandvliet, hè? Ja, tegen Zandvliet. Was jij de coach? Ja. Nou, weet je, ik denk jonge dat we... coach. Ja, nou, weet je, dat is het ding, weet je, je wilt wat delen met elkaar. En zo proberen wij, denk ik, ook, hè, vanuit deze positie die we hebben, ja. De wedstrijd te delen bij de mensen live thuis. Ja, Vincent Alkemaar is in de game. Rick van der Zalm, Tim Trussel die daar de blok geeft, of de screen. Oeh, wat even slordig door de druk. En dat is wat Aris doet, hè. De druk, full court, op de guard, maken ze fouten. Oeh, die paas was heel erg moeilijk. Bal is uit, en dus voor de Royals. Hey, nog steeds als je nieuw bent, tof dat je komt kijken. We zijn hier bij de livestream. Mijn naam is Boomdown. En dan heb ik naast mij hier mijn partner in crime, DJ Wixert. En we hebben weer een time-out. Een time-out met nu nog 50 seconden op de klok. Het staat 39-59 voor Aris Leeuwarden. Maar als ik ga kijken naar de livestream, dan hebben we 52 duimpjes omhoog tegen 25 naar beneden. Ja, dikke shout-out naar jullie, man. Iedereen thuis die een duimpje geeft, de tijd neemt. Om niet alleen de game te kijken, maar ook gewoon even je feedback te geven. Dat doet ons veel. Daar kunnen wij wat mee. Zeker weten. 342 mensen die nu aan het kijken zijn live met ons. Share to care of care to share, hoe je het wilt noemen. Maar ga het vooral delen met elkaar. We zitten nu weer op 343 kijkers. Dus kom er gezellig bij. Duimpje omhoog graag en laat vooral wat achter. Wat ook niet vergeten mag worden, is dat wij over enkele dagen de volgende wedstrijd hebben. Dat is op 21 januari. Dan hebben wij de wedstrijd The Hague Royals tegen Den Helder Suns. Dan spelen we ook weer thuis hier zo in het sportcampus in het Zuiderpark. Ben jij er dan bij, bro? Dat is op een donderdag, hè? Ja. Weet je, omdat ik de microfoon meeneem, ben ik erbij. Nee hoor, helemaal tof, weet je, om er weer bij te mogen zijn. We hebben lang stil gezeten, maar here we are. Ja, de Burja. Pascal Burja, die zit in het veld nu ook. Is nog steeds scoreloos op dit moment. Hopelijk kan hij wat punten erbij brengen. En dan hebben we Pandura, die ook nog scoreloos is. Dus dat zijn jongens die nog wel een bijdrage kunnen geven. Heel tof om via mijn WhatsApp wat feedback te krijgen. Uh-oh, van wie? Dit is een hele goede vriend van mij en wij zijn eigenlijk meer dan vrienden. Okay. Wacht even, wat? Tot niks geks, hè, aan de hand. Nee, wij zijn neefjes. Oh, okay. Ja, weet je, bro. Hij is mijn grote neef. Oké. Okay. Hij staat ook bij mij in mijn telefoon als Big Fred. Hij zegt, voor wat kniffel, je mag met meer vrolijkheid in je team spreken. Zie je, wat zei je nou? Maar ik ben toch heel vrolijk, Fred? Hey, shout out naar je neef, man, want hij heeft gelijk. Je bent altijd boos, lijkt wel. Nee, man. Weet je, kijk, hier kan ik nou boos van worden. Weet je, die band moet er gewoon... Man, maar oh, hij zegt, Rick! Van de Zalm, nice layup. Luister, als mooie deze steel. Kill hè, met zijn leeftijd en zijn lengte gewoon zo stil kan maken. We can do this, man. Exactly, helemaal waar. Fred, is dit vrolijkheid? Is het meer gepassioneerd? Jij zegt het. Ik zie dat je online bent, dus zeg wat je wil zeggen. Zeg mijn vriend. Big Fred, you tell me. Ja, nog steeds ben je nu nieuw in de livestream. Welkom. Dikke shout-out naar jou. We zijn hier voor Den Haag, Haags basketbal.
Shout-out naar iedereen die aan het kijken is. Iedereen die aan het basketballen is. En ik hoop dat jullie het gewoon een beetje chill hebben, man. We zitten in moeilijke tijden, hè. Ik hoop dat het vermaak is voor de coronatijd. Oeh, ja, iemand ging daar heel hard onderuit, zeg. Dat was een slippery. Ja, hij viel echt vervelend. Dat was een klein slipje. Ja, misschien zocht hij een slipje, maar... Oh, wacht, knik weer niet goed. Wacht, ik. Oh, jee, er wordt wat getypt. Hey, je moet even kijken dan. Eens even kijken. Nee, helaas, ook die pech heb je als je er niet box out. En dan krijg je dat. En dan kunnen ze de bal krijgen. Eens even kijken. Het staat 43-59. We zitten in periode 3, het derde quarter. En nog 34 seconden te gaan. Het is altijd wel fijn om ook van via verschillende wegen de berichten te krijgen over... Ik ben ook aan het kijken. Ik ben jaloers op jou, man. Jij krijgt zomaar berichten. Ik krijg niks. Het wordt geëindigd. Ik zie jou. Ik ga jou liken, bro. Ja? Oh, dope. Ik ga jou live liken. Hey, check it out. Want we krijgen hier dus een tip. En dit is een tip niet naar ons toe, maar naar de Hague Royals. Ik vind het altijd fijn, want weet je, wij spreken naar de kijkers. Maar er wordt hier gezegd van... Hey, guys, jullie moeten... jullie spelen te statisch en te afwachtend, want... And we got a score. Oh. And one. Wij noemen dit de toilet roll. Als het balletje zo een rondje draait. Nee, maar er wordt hier gezegd, we spelen te statisch en afwachten terwijl Aris meer rondloopt. We moeten meer bewegen waardoor de gaten komen. En verder zegt hij, we doen het goed. Dus daar, weet je, dat is, alle tips zijn mooi meegenomen. Of het nou voor ons is of voor de game, voor de spelers. Weet je, we moeten leren, want vergeet niet, hè. And one. En vergeet niet, we zijn pas dit jaar begonnen. De Hague Royals is dit jaar begonnen met op het hoogste niveau te basketballen in Nederland. En we hebben... Die was vies. Weet je, we gaan door een zware periode door de corona. Maar we houden vol en we gaan er nog steeds voor. 1 minuut 55 op de klok. Nee, sorry, ik zeg het verkeerd. 1 minuut 50 op de klok, omdat we een pauze hebben, want we gaan naar het vierde kwart. Spannend, man. Spannend of niet, Luc? Wat vind jij? Yo, ja, ik vind het hartstikke spannend, man. Ik wil even een shout-out geven naar Malalu. Dat is de andere speler die natuurlijk voor de Royals ook in de forwardpositie staat. Die is nu eventjes niet aanwezig. Dikke, dikke shout-out naar jou, man. The man's got swag. Maar wat was je vraag? Sorry. Nee, weet je, het is een spannende wedstrijd. We komen toch ook wel weer goed terug. Ik zie dat wij een topscorer hebben. Dat is Tim Torssell, nummer 11. Met 21 punten. Maar dit is wel, weet je, we werken ernaar. En we doen ons best. En ik weet een dikke, dikke shout-out aan iedereen die mee aan het kijken is. Die met ons mee aan het denken zijn. En vooral die ons die leuke duimpjes omhoog geeft. Met 58 duimpjes omhoog tegen 25. En dan hebben we dat ook alweer gewonnen. Kijk, kijk, kijk. We gaan er weer in. Eens even kijken hoe dit gaat. Nu moeten we het doen, hè? Ja, nu moeten we het doen, man. Ik denk dat we voor de volgende game ook gewoon een challenge voor de kijkers thuis moeten stellen. Wat we al eerder zeiden... Maak een printscreen van ons. Add ons bij de Hague Royals. Laten we even op de socials kijken. En want misschien zijn er wel mensen die thuis bezig zijn. Weet je, en dan gaan we iets weggeven. Laten we iets weggeven. Weet je wat wij hebben? Ik ben een gulle gozer, wist je dat? Nee, maar weet je wat wij hebben vanuit de Hague Royals? Nou? We hebben de Hague Royals stickers. Oké. Okay. Weet je, en misschien wil je dat plakken op je auto. Nee, misschien niet op je auto, maar op je koelkast. Ergens anders op de toilet. Misschien willen elke dag mee wakker worden. Er zijn stickers van de Hague Royals. Ja. En vergeet niet wat ik ook net zei. Hou de website in de gaten, thehagueroyals.nl. Want er komen leuke dingen aan. Want bedenk je nou, hè, dat je loopt in een groen-gele jersey. Dus niet van ADO Den Haag, maar van de Hague Royals. Here we go. Ja, ik zie wel een paar mensen die het hebben getagd. Dus dikke shout-out naar jullie als jullie dat dus deden. En dan wil ik even die shout-out geven naar bro, you vegan? Coole naam, man. Dat is een toffe Insta-handle. En dan hebben we Agnes Capandura. Ik heb een klein vermoeden dat het familie is van Pandura uiteraard. En ik had het al gezegd, Crystal Malalu. My guys watching at home. Dikke shout-out naar jou, man. Lekkere die. Jammer, jammer, jammer. Goed gedaan. Als je die rare geluiden hoort hier op de achtergrond, zijn de geluiden dat we van de zoomers die we hebben. Dus het is niet zo dat je ineens een stalen pijp hoort vallen of zo, hoor. Een boer, een scheet. Nee, die kan ik wel inhouden. Ja, in het veld staan nu Jens,
te velden. Rick van der Zalm. Het zijn dan de twee guards. Oeh, Jens ook met de nice clean blok. Heel mooi. Dat is onze sharpshooter. Maar ik heb het al eerder gezien in de eerste game die ik keek. Jens heeft een goede timing voor een blok. Ja. Nou, hij is hier heel, heel scherp in. En, maar ik vind ook zijn ik weet niet, zijn manier van spelen, dat spreekt mij wel heel erg aan. Ik speel zelf niet zo. Ja. Maar het is wel heel fijn om iemand zo te zien spelen. Maar goed, ik zei het al. Jens en Rick zijn de guards die de bal opdribbelen vandaag. Dan hebben we Tim Trussel. Die echt een beetje manager van alles is vandaag. Soms dribbelt hij de bal op. Dus hij speelt dan nu een beetje tussen een small forward en een center in. Hij duikt ook wel eens naar beneden. Barry. Maar uiteraard de echte center nu is onze nieuwe guy Bart Beinsdorp. Ik zie dat wij veel willen schieten om die punten in te halen met veel drietjes. Ja. Hebben we ook nodig. Maar vergeet niet, guys, we moeten toch ook gewoon scoren. Ja, mooie rebound van Bart. Oeh, diepe paas naar Barry. En daar komt hij hoor. Yes. Ja, mooi. Heel goed gedaan. Ik noem hem altijd Barry Fuego. Maar je mag ook wel eigenlijk weten, hij heeft ook een geheime bijnaam van me. Wist je dat? Tell me. Barry Headbussen. Misschien weet hij nog wel. En hey, vergeet je niet, hij is onze tweede topscorer met 9 punten. En nog steeds op 1, nummer 11, Tim Trussel. Barry Headbussen rende een keer zo hard naar de basket en viel face first. Oei. Headbussen. Hey, en hij spreekt Nederlands. Ja, nou ja, Vlaams. Vlaams. Ja. Het is een Nederlands met een accent. Ja. Ja, het was heel gek, want hij is natuurlijk vanuit Amerika gehaald. Ja, klopt, ja. College speler. En hij heeft ook een tijdje in Duitsland gespeeld, hè? Ja. Oh! Oeh, ja, was een mooie paas van Rick. Goed bedoeld. Alleen Bart zag het net niet. Maar dat was wel heel gek, want we waren dus... ik ben ook tweetalig, dus ik zat met de jongens en we spraken allemaal Engels. En opeens Barry draait naar mij en die zei zoiets van... Allee, we kunnen ook nog wat eten bestellen, hè? Maar mijn hersenen registreerden het niet. Van, wat zeg jij nu? What you say? Het is een hele, hele spannende wedstrijd. Het is jammer dat jullie het helaas via de livestream moeten volgen. En ik hoop binnenkort, zeer binnenkort, dat iedereen er weer bij mag zijn. Dat we de stoelen kunnen vullen met het publiek. En dat we met z'n allen kunnen schreeuwen voor een hele gave wedstrijd die we ja, hier hebben. Ja, lopen. Ik wou bijna de call zelf geven. Ik heb hier een fluit. Ik ga straks overnemen als we hier doorgaan. Ja, maar weet wat jij mag doen, Luc, als jij ziet van, hey, dat telt niet, dat zij gewoon opslaat, gewoon kaart schreeuwt dat niet mag. Oh, wat een fake zeg van Rick. Die gaf even een heerlijke fake. Ik ga eens even kijken op de herhaling, want ik heb hem niet gezien. Oh, hij dribbelde de bal op en daar kwam een heel sneaky move daar, zeg. Oef. Oh ja, ik zie hem. die gast moest even de grond aantikken. Oef. Ja, helaas heeft die Tim Trussel daar ook waarschijnlijk in de fake gezet. Want die kreeg helaas de bal net niet mee. Hij heeft iedereen uitgefaked. Maar mij niet. It's almost a one-man game. Oeh, ja. Dat handje ging ervoor. En heb je het weer, dat is Jens. Ja. Zijn timing, echt waar, het is super onderschat hoe belangrijk het is. Want hij heeft nu geen punten, maar wel een blok en een steal. Ja, mooi maar het geeft ook aan dat het gewoon echt een teamsport is. Het gaat niet alleen om het scoren. Zeker. Iedereen heeft zijn kernwaarden. Ja. En die worden gewoon echt allemaal heel goed ingezet. Dat is echt wel chapeau voor onze coach. Ja, Tim Trussel is nu onze leider in punten. Dat is 21 punten. Vind ik een behoorlijke comeback hoor trouwens. Jeetje. En that's a score. En kunnen wij die complete comeback maken is nu de vraag. We zitten nu 49 tegen 63. Wat we niet helemaal, niet vaak genoeg zeggen, is dat wij natuurlijk een coach hebben. Die coach kennen we allemaal, ja. Die hebben we vaker genoemd, dat is Bert Samson. Ja. Maar we hebben ook een team manager, dat is Edgar Da Costa. En ja. Onze technisch manager, dat is Frank Limburg. Ja, ook allemaal basketballers in hart. Ik heb met Edgar zelf ook altijd op straatbasketbal pleintjes veroverd. Dus dikke shout-out naar jullie, Frank Limburg. Ik heb nog met zijn teamgenoot, die was mijn coach. Ik wou bijna zeggen, ik heb met hem gebasketbald. Nee, dat was mijn coach. Dat is de Krieger-familie. Dat is natuurlijk een hele bekende familie hier in Den Haag, in basketbaltermen. Ja. Dikke shout-out naar Vincent Krieger. Maar dus ook Michael Krieger. Dat was mijn coach toen. Ja, mooi zeg. Bart Beinsdorp. Here we go, met number 15. Slam dunk. Zo blij met de aanwinsten die we nu hebben, die we erbij hebben. Dit is gewoon heel tof. Nou, drive naar binnen. Wil niet lukken, maar de rebound is er wel helaas.
En nu krijgt Tim de fout mee. Ja, ja, en hij moet erom lachen, want hij geeft het wel toe. Niks aan de hand. Niks aan de hand. Het geeft in ieder geval aan hoe hard we op die defense zitten. Ja, dus de scores zijn als volgt. Wat ik al zei, Tim Trussel 21 punten. Bart Bijnsdorp heeft dan 8 punten. Boys hebben wel allebei wel een beetje de foul trouble. Ze hebben veel fouten, dus ze moeten er wel mee oppassen. Want anders word je de wedstrijd uitgezet. Ja, helaas. Ondertussen, nogmaals, wil ik jullie allemaal attenderen. Check de website, thehakeroyals.nl. Natuurlijk ook alle socials, zoals Facebook en Instagram. Ja. De stand, 52-64. Hey, en ook even een dikke shout-out naar iedereen die achter de schermen werkt. Hè. Dus of het nou de organisatieplaat is, of dat het nou gewoon de vrijwilligers die hier vandaag helpen, de tafels dragen, opruimen, de ballen. En over vrijwilligers gesproken, een groep vrijwilligers, ja. En dat moet ook even gezegd worden, zijn studenten van Sport en Bewegen. Ja, klopt. Van het ROC Mondriaan. Ik weet niet van welk jaar ze zijn, maar het is heel gaaf om te zien dat zij hieraan willen helpen. Ja, zeker. Dus dat is, en ze zijn er eigenlijk bij elke wedstrijd. Ja. Oeh, kom op boys. Mooie blok nu helaas. Ja, daar gaan we dan. Dan wordt de frustratie te hoog. Zijn schouder uit de kom, geloof ik zelfs. Ik mag hier niet om lachen. Hoezo niet? Ja, zie je? Jij wil het ook daarom lachen, nee, maar, natuurlijk. Oh, nee, voor wie was het dan? Nee. Oh, wacht even. Die gast moet even zijn veters doen. Ja, klopt. Wacht even. Ja. Nee, Giannis met een mooie Griekse achternaam, Dimakopoulos. Misschien moet je je veters even dubbelstrikken, kerel. Ja, het is een advies. Is toch goed bedoeld? Ja, dat is goed bedoeld. Ja. Ik weet niet of die hoorde trouwens. Nou ja, misschien hoort Leeuwarden. Die zijn vaker ook gewend om schaatsen aan te doen. Oh, we gaan omhoog. Ja, de drive die zit er goed in. Maakt het ietsjes moeilijker voor zichzelf om eronder door te gaan. Jean-Victor Mukama. Maar misschien is dat zijn go-to move, hè? Dat weet je niet. Daar Jens de Velde. Probeert de 3 erin te knallen om even de score bij te spijkeren. Maar zoals ik al eerder aangaf, en misschien moet ik mijn mening niet zo delen hoor, maar ik zou dan eerder voor de drives gaan. Nou ja, dat is wel precies wat ik zeg. Ik vind het ook heel belangrijk om met de drietjes de scores in te halen. Tuurlijk. Want twee drietjes zijn drie tweetjes, zo gezegd. Ja, ja. Maar met de drive dan heb je wel of geen score, maar ja, je kan er altijd wel een fout uit proberen te halen. Ja. Dat is wat jij bedoelt. Ja. Ja, je moet het zo zien, er zijn meerdere manieren in tactiek. En de tactiek, als die niet werkt, moet je aanpassen. Dat hebben we natuurlijk met alles. Elke sport vraagt om een aanpassing. En ik zie gewoon dat we vandaag de schoten niet zo lekker gaan. Dan zou ik meer drijven naar de basket. En het is ook allemaal niet erg, hè? Maar weet je, dat noemen ze dan in het bedrijfsleven verandermanagement. Soms ja, als je in een situatie zit, probeert ene. En als het ene niet werkt, dan moet je snel kunnen schakelen naar het andere. En ik denk dat het met sport ook heel belangrijk is om zo te kunnen schakelen. Zeker. Ja, Koemel is nu in het team met Kibi erbij. Rick van der Zalm zit er wel nog steeds in. Er is een fout gemaakt. Er zijn nog niet genoeg teamfouten gemaakt, dus we nemen de bal uit en niet weer vrije worpen. Je hebt 5 teamfouten nodig, wil je dus naar de vrije worplijn gaan voor dit soort fouten. Nou, Koemelis die levert hem graag heel breed op om ruimte te geven voor zijn handles, zoals je nu ziet. Oeh, heeft hem weer. Ja, dat is netjes hoor. Wauw! Yes. Davidas Koemelis, heel mooi hoor. Oké, guys, ga in de D. Vang ze gelijk op. Heel volwassen ook om te blijven kijken. De paas ging niet goed. Waar gaat de bal heen? Huppatee, weer naar binnen. Er is nu een mismatch in de verdediging. Krijgt de score mee. Ik zie niet goed waar de fout was. Ja, Trussel die bewoog terwijl hij naar binnen wilde gaan. Okay. Dus er was een kleine botsing. Je kan het hier even terugzien in de herhaling. Kijk wel met je mee. Hij draait hier. Kom er eens geen naartoe. Ja. Woog te veel. Ik denk als Trussel stil stond, dan was het een charge. Ja. Maar goed. Ja, we gaan eraan werken om voor jullie, voor de kijkers thuis, een nog toffere livestream te maken. Misschien met instant replays. Uiteraard ook. En er is weer een fout. En deze keer kwam die gewoon ongelukkig qua timing. Zijn arm kwam ertussen.
Ja, maar weet je, ik denk dat het ook voor het livestream erg belangrijk is om de kijkers mee te nemen in wat is basketbal? Tim Trussell is fouled out, ladies and gentlemen. Hij heeft te veel fouten gemaakt. Wat betekent dat? Dat betekent niet dat, dat ze met 4 man gaan spelen, maar dat er verplicht gewisseld moet worden. Ja. Maar zoals ik al zei, er zijn denk ik ook al kijkers die het basketbal niet kennen. Dus ja, we proberen in ieder geval ook iets mee te geven, zodat jullie iets meer weten of iets meer informatie krijgen over wat het basketbal inhoudt. Ja, je leert natuurlijk niet alles in 1 keer, hè, maar wat wij zeggen. Even terug naar de stream. Ja. We hadden net 371 mensen die live aan het meekijken waren. Ja. En als je gaat kijken naar het aantal duimpjes omhoog, zijn het er 61 tegen 29 omlaag. Ja, tof. Heel cool dat iedereen blijft kijken. De wedstrijd is spannend. We lopen wel een stuk achter, maar we hebben 4 minuten om dat te corrigeren. En het is nog te doen, hè? Ja, de bal is geraakt op de voet. Dat is dan automatisch onze bal weer. 54-72, dan praten we over 18 punten die we moeten inhalen. Dat betekent een aantal drietjes en zeker een aantal tweetjes. Maar ik denk dat het belangrijk is om te blijven scoren. Ja. Zorg ervoor, mannen, dat, dat het verschil kleiner en kleiner wordt met 4,5 minuut op de klok in de laatste periode. Ja, speel het spel gewoon breed. En degene die wat lekkerder in een handle zitten, in hun bewegingen, zet daar een isolation op en ga gewoon lekker single naar de basket. Misschien loopt er iemand mee, zodat je hem af kan passen als de verdediging te wordt. Maar probeer die fouten dan mee te krijgen. Stopt ook de klok, hè? Dat is ook niet verkeerd. En dan kan je daarmee je punten weer winnen. We hadden het net over hoe kan je nou zo snel mogelijk punten inhalen. Welke tactieken moet je hanteren? Werken de drietjes niet? Dan moet je gewoon voor je drive gaan en scoren. Terwijl we het daarover hebben, krijgen we ondertussen een bericht. Ja, je kan meekijken. Hè? Ja, Big Fred. Shout out naar Big Fred, man. Dat is dus weer mijn neef die dus nu zegt, dat heb je goed gezegd. Heel veel teams gaan snel naar de 3. Terwijl als je 2 tweetjes maakt, dan gaat de verdediging anders staan. Zodat je weer meer ruimte hebt voor je 3. Ja. Dus echt heel tof dat niet mensen alleen meekijken, maar ook echt meeluisteren en meedenken. En dit gaat natuurlijk allemaal als informatie naar de Hake Worlds toe. Thank you. Volgens mij is Big Fred gewoon stiekem mijn eigen team aan het opzetten. Nou, die heeft ook heel veel gebasketbald. En weet je, dat is wel tof. En dan merk je gewoon dat basketbal echt wel leeft in Den Haag. En we moeten er gewoon voor zorgen dat de community niet alleen groter wordt, maar nog meer naartoe gaat werken. Wauw. Woe! Ja, Kibi is boos. Dat zie je nu aan zijn spel. Heeft een unlucky bounce nu tegen de achterkant van de ring. Maar laten we proberen, guys. Rick van der Zand wordt omver geduwd daar. Krijgt er ook gelukkig denk ik wel een fout mee. Ik moet nog even kijken naar wie die wordt toegewezen. Maar het lijkt er naar dat Rick... Ik ga even kijken naar de replay. Omver geduwd werd. Ja, dat is ook nummer 14. Ja, hij werd omver geduwd. Ja, weet je, en dat is niet heel... Ik moet heel erg zeggen, dat is niet heel tof. Hij is niet de grootste. Hij is daarnaast ook de jongste. En die Griek wel trouwens. Wat, die Griek? Ja. Ja, maar die... weet je, ik ga het niet hebben over zijn gyros. anyway... Weet je, het is niet heel tof. Dan ga je al iemand die wat kleiner is en wat jonger is zo... Ja, weet je. Misschien ben ik iets meer van een fair game. Maar we laten iedereen in zijn waarde laten, man. Ook met trash talking. Zeg je dat tegen jezelf nu? Oh, come on, man. Het is niet dat ik die mensen dis of zo, maar... Yeah, that's one. I like that energy, okay. Though. Weet nou, je, Rick heeft scoren gemaakt. Maar goed, is het een Griek? Ja, dat moet toch wel met die. Ja, maar weet je, het is luisteren. Als stel dat. Dimakapoulos. Ja, maar stel dat hij in Griek is, dan is het afhankelijk van welk eiland hij komt. Waar anders te doen. Ja. En aan welk water hij gaat. Daar zag ik een hele mooie backdoor alley-oop naar Eric Kibi. Helaas kon hij net niet lekker vangen. Dat was een hele sneaky play, dat zeg. Nice die. Barry paast hem naar. De ballen, jongen. Het is nog geen tijd om naar huis te gaan. Even terugkomen. Kom even terug, man. Maar dikke shout-out naar Barry Fuego. Hey, maar even no doubt, man. Als je kijkt met hoeveel passen die gasten spelen. Nieuw team, nieuw samengesteld vanaf dit jaar. En hoeveel energie ze erin gooien. We snappen het ook al, hè, allemaal. Het is niet makkelijk. Je leert elkaar net kennen het eerste jaar. En we krijgen de bal terug. Ik heb niet gezien wat er gebeurde. Ik heb het niet gezien. Het was volgens mij... Een aanvallende fout. Maar ik moet even naar de scheids kijken wat hij zegt. Ik kijk niks. In de replay. De scheids zegt niks, het is gewoon onze bal. Nee, volgens mij werd er iemand vastgehouden. Oké. Okay. Als ik het goed zag, want ik zag iemand... Wauw. Aris zegt druk, zeg. Aris zegt druk.
Ja, ik denk dat zij denken van, ah, ik ga toch, toch naar huis en ik zit in die bus en dan ga ik lekker slapen. Dus gooi ik allemaal energie erin en dat maakt allemaal niet uit. Weet je, dat zou kunnen. Maar weet je, het is goed, het is goed, het is goed. Even heel eerlijk, het is onze eerste officiële wedstrijd na de corona. We hebben straks heel veel wedstrijden die we moeten spelen. Ja. Aan de andere kant kan je zeggen, nou, het kost heel veel energie. Mooie paas van de cameraman trouwens, zag je dat? True. Nee, het kost heel veel tijd en energie. Aan de andere kant, het kan je ook heel scherp maken door zoveel te spelen. Want het zijn gewoon veel basketbaluren die je erin kan steken. Ja. Oh, and that one was, it was, come on, it was clean. For Barry was it clean. Barry Fuego met de blok, maar ze zijn lastig op de blok vandaag. Als je hier in de staal zat, hoor je tok. Zal ik je wat anders zeggen, bro? En dit is natuurlijk helemaal geen negatief commentaar op de Nederlandse basketbalcompetitie, maar ik was ook een blokker, een sharp blokker. Ik hield daarvan. Ik was ook heel lui in mijn verdediging, want ik wist, ik vang je altijd bij de basket. Maar in Nederland is blokken, dat callen ze wel anders, moet ik zeggen. De scheidsen zijn er toch wel heftiger op. Ja, wat bedoel je daarmee? Wat bedoel je daarmee? Nou, als je bijvoorbeeld de NBA kijkt, zou dit niet zo snel een blok genoemd worden. Dus daarmee zet ik niet per definitie de DBL onder druk, maar dat is ook gewoon een verschil in spel. Dat is in Nederland, met name, wordt dat sneller geroepen. Sneller voor gefloten. Hoe mooie. Ja, ik snap wel wat je bedoelt, maar ik denk dat het ook... Of misschien is dat mijn frustratie als blokker. Dat zou ook kunnen. Dus jij zegt dat is geen blok, dat is een fingertip. Nee, dit was gewoon een goede blok. Ja. Ik vond geen fout. Net als dit. Dit was ook gewoon een mooie steal. Van de Royal Giant. Ja, van Vincent Alkema. Rick, yes. Nou, wauw. Mooi schot. Oké, luister. Ik ga het nu zeggen. Ja. Deze man, nummer 8. Jongste speler. Nummer 9. Dat is Mr. Van der Zalm. Deze man moet je vrij laten lopen. En geef hem de 3 kansen. Ja, super Salmon. I like this guy. Ja. Want hij scoort niet veel, maar hij heeft nu wel 10 punten bij elkaar. En dat komt echt door de drietjes. Ja, hij verdedigt nu ook dus de nummer 2. Come on, hands up. Ja, frustratie zit er wel een klein beetje in bij de boys, zie ik. We hebben nog 2 minuten 37 te gaan. 58 tegen 76. Misschien moeten we straks proberen om ons te richten op zijn veters. Want die gaan straks weer los en dan kan hij sluiten. Ja, dan kan hij weer even zeggen van, oh, ik moet mijn veters even doen. Hé, hey, maar even een andere vraag. Wie vind jij dat de mooiste Parta's aan heeft vandaag? De tofste sneakers. Ja, weet je, Tim Trussell en die nummer 2 Fraser van Aris, die zien er best wel tof uit, omdat ze gewoon lekker opvallen. Ja. Wie rockt ze beter dan? Ja, weet je, laten we kijken naar de puntenverschil, weet je, die ze afzonderlijk hebben. Wow, oh, Kiwi. That's my man. Who's the ninja hier? Ja, dat moet je wel weten vanwege ninja man die hij heeft gehad. But. Ik vind persoonlijk de tofste keuze, en dan heb ik niet over speelkwaliteit, want sommige sneakers... Hoe dapper van Loops dat hij voor de blok wou gaan. Dat vond ik wel een mooie move. Dit is al de derde keer dat hij hem opzoekt trouwens. Mooie score. Kijk, en daar hou ik nou van, hè, dat soort drives. Dat vind ik echt heel tof. Eens kijken wat er nog verder gebeurt. Maar sorry, ik wou dus zeggen dat de mooiste schoenen die ik vind... Ik geef even de award. En als je het met me eens bent, stylistically... Ik denk van Loops vind ik wel heel tof. Ik wil net zeggen. Ja, hè? De Jordan 12's. Ja. Cool maar... Grey met de hoge sokken. You stalen on him, dog. Ja, maar weet je, ik zeg je wel heel eerlijk. Ik kan... schoenen op zo'n afstand slecht beoordelen. Ja, weet je, dat heeft niet. We vragen hem zo wel wat dichterbij te komen. Ja, ja, ja. En eigenlijk, en dan moet ik even de gast van de livestream lief aankijken, maar eigenlijk zou ik heel... Vincent Alkema is down. Zijn enkel. No, for real? Ja. Oh. Buiten beeld, dat zien misschien de kijkers niet thuis. Ja, net niet. Ja, nu wel, denk ik. Nee, maar hoe tof zou het zijn als we zouden kunnen afspreken met de mensen van de livestream. Hè, die dus het voor ons regelen. Steven van de livestream. Dat hij met een camera komt. Dat hij gewoon even de shoes komt checken. Juist. Of we moeten het gewoon stiekem doen. Met iemand van marketing die gewoon even live gaat. Ja, dat zou dope zijn. Ja, toch? Hey, ik zie dat Vincent Alkema wordt weggevoerd.
Hij gaat mee met de ja, semi-ziekenboeg die we hebben. degene die... officio. Berja. Oeh. Hij switchte van hand. Ik denk dat hij juist beter voor rechts kon gaan. Hij koos ervoor om via links te switchen. Maar daar wachtte de blok hem juist op. Mooie bal. Barisic, Koumelis. En hier, dat bedoel ik, dat is hey, maar hij is wel, Koumelis, onze soldier, die, ja. die is wel zuiver in zijn scoren. Zeker. Hij mist minimaal. En zeker. Wat hij doet is ja, bijna, ik ken de cijfers niet, maar ik denk bijna 100%. Misschien 90. Uit mijn hoofd heeft hij wel één of twee keer gemist inderdaad. Maar dat was misschien ook eerder door ja. dat er een fout op kwam. Hè? We hebben nog iets meer dan 40 seconden te gaan. Ja, kijk, de game is natuurlijk wel voorbij. We kunnen hem niet winnen. Dat zou heel moeilijk worden. Dan moet er iets geks gebeuren. Het staat ook 65-81. Maar het is wel belangrijk om het even goed uit te spelen en een mooie statement te maken, vind ik. True, true, true. De sfeer moet er goed in blijven. Dat is ook zo, weet ze je. En ik net niet 24 seconden op de klok. Ik gun het ze ook, weet je. Als je gewonnen hebt, heb je gewoon gewonnen. Ja, tuurlijk waren ze, zijn ze ook het betere team. Ja. Maar vergeet niet, de Hague Royals zijn begonnen in een zwaar jaar met corona. Een nieuw team met jongens die elkaar nog maar net leren kennen. Er is zeker synergie. Er moet, ja, en er wordt weer gefloten. Er moet natuurlijk nog wel, er zit werk aan. Maar als ik nu kijk naar hoe het team eruit ziet in vergelijking met voor de coronasituatie of voor de coronastop, vind ik het wel een heel, heel gaaf team. En zie ik steeds meer potentie. Plus het feit dat het team ook groter is geworden. Dus dat is wel heel gaaf om zeker te zien. Ja, dikke shout-out naar Charlotte. Nu krijg ik ook net als jij gewoon even wat feedback op de stream. Het is tof dat je aan het kijken bent. En dikke shout-out naar Hazem, Rick en Noah. We kunnen niet iedereen op de stream noemen, helaas. Dat zijn er wel heel veel. Maar nee. Als ik het kon, had ik het gedaan. Ik wil iedereen gewoon een shout-out hierbij geven. 66-86. Ik ga jullie danken, lieve kijkers. We zitten nu op 328 kijkers, want waarschijnlijk zijn er al een aantal gestopt. Maar we hebben in ieder geval, en daar hebben we op gewonnen, 62 duimpjes omhoog tegen 32 duimpjes naar beneden. Dus zeker een 50-50. Luc, ja. Boom, boom, boom now. Ja, wat vond je ervan? Ja, het was een mooie game. Ik denk dat we een heel mooie eerste helft hebben gespeeld, waarin je goed kon zien dat er wat leiderschapskwaliteiten bij ons zaten. Die werden misschien een beetje weggegeven door veel wissel in de teams. Hè? Dus in het spel wat er op de court stond. Ik denk dat daarin misschien een beetje de momentum is weggegeven. Dus dat vind ik iets waar we aan kunnen werken. Maar ook zeker goede feedback wel. Ja. Nee, daar heb je ook helemaal gelijk in. Ik heb wel genoten van de wedstrijd. Ik heb mooie dingen gezien. Ik heb dingen gezien waarvan ik denk van zo, dat is toch even anders. Dat heb ik al een paar keer mogen benoemen. Ja, zeker. Ja, we moeten vooral niet vergeten dat iedereen ons moet blijven volgen. Hè? Of het nou Boom Down is of Wixart of The Hague Royals. Check ons of op allemaal. De socials. Of allemaal. Check ook alle bedrijven, onze sponsoren. Maar vergeet niet dat er binnenkort weer een wedstrijd is. En wanneer is die wedstrijd? Dat is de komende week. En dan is het op 21 januari 2021. Er wordt ook afgeteld over 4 dagen, 21 uur en 46 minuten. De Hague Royals tegen Den Helder Sands. De livestream is er dan ook weer. En jij bent er? Ik ben er zeker. En ik ben er ook. Ik ben de Arnezen Troen de Regio. Naast mij zit Luc Priester, a.k.a. The Boomdown. DJ Wixert, shout-out naar jou, man. Shout-out naar jou. Ik zou zeggen tot donderdag. Alright, brother. See you donderdag. Eens even kijken. En oh ja, wat niet vergeten mag worden, ik krijg het nu aangetikt tegen mijn oortje. Maar dat is een grapje, want ik heb een koptelefoon op. Wil je een nieuwe sponsor worden? Let me know. info@thehagueroyals.nl. Later. The Hague Royals worden mede mogelijk gemaakt door Script to Screen Films. We take ideas from scratch to your screen.